Stansen hartelijk welkom heten. Mijn naam is Marius Hofhuis en over enkele minuten was ik voorzitter van de werkgroep en nu neemt Piet Toenes, uiterste rechts van mij, neemt de leiding van de dag over, gespreksleiding, en zal ook de sprekers bij u kort inleiden. Ik wou eigenlijk maar één ding zeggen. Het is vanmorgen lekker chaotisch, maar iedereen heeft toch een plekje gevonden. Het is geen trieste dag, dat had Anton Constance nooit gewild. Het wordt een fijne dag, zullen we hopen, en daar kunnen we met elkaar voor zorgen. Ik hoop dat u een goede aandacht heeft voor datgene wat gezegd wordt. Ik hoop ook dat iedereen de map, die met erg veel zorg is samengesteld, in zijn bezit heeft. Mensen die hem niet hebben, die kunnen hem nog in de foyer halen straks. Ik wens u een fijne dag en ik vraag de heer Piet Toenes om nu de leiding over te nemen. Dank u wel. Dank u wel. Dames en heren, ook opnieuw hartelijk welkom in een kleine komedie. Een plek die niet zomaar een plek is. Op plaats van samenkomst heeft ook nog de charme dat een halve eeuw geleden Anton Constance hier in de kleine komedie zijn destijds geruchtmakende discussies had met de representanten onze christelijke natie. Ja. Allemaal welkom. In het bijzonder de familieleden van Anton Constance. Ik denk dat zij al weten en dat ze ook niet anders verwacht zouden hebben dat we dit eigenlijk niet in de eerste plaats zien als een herdenkingsbijeenkomst, maar meer als een levend houden van de geest. En ik denk dat zij ook met mij eens zullen zijn dat dat over geest gesproken ook in de geest van Anton Constance het beste past. Ja, als ik zeg, ik heet de familie in het bijzonder welkom, dan wil ik nog aan toevoegen dat voor mijn gevoel toch ook de hele verzameling wat hier zit, eigenlijk ook een soort familiebijeenkomst is. Het zijn allemaal mensen uit een zeker milieu, uit een zekere kring. Wijdenkers, humanisten, anarchisten. Een bepaalde marge van de samenleving die door een groot gevoel van verwantschappen wordt gekenmerkt. Wat dat betreft zit ik toch een beetje bevreemd te kijken, kan ik niet ontkennen. Kijk, bij dit soort bijeenkomsten van anarchisten, wijdenkers, humanisten, hoe hoort het daar te zijn? Er zitten mannen achter een tafeltje, dat is altijd zo. En daar zijn stoeltjes en er mogen hooguit 25 mensen zitten. Met moeite bijeengeschaard. En dat u hier met honderden zit, is eigenlijk, het geeft mij het gevoel dat we het niet meer bij het rechte eind hebben. Ja. Maar goed, we zullen kijken wat er gebeurt vandaag. Ook in de geest van Anton Constance willen we eigenlijk niet alleen dat er een elite achter dit tafeltje zit die haar wijsheid over u uitgiet, maar hopen wij ook dat er een zekere respons uit de zaal kan komen op de dingen die gezegd worden. We verzoeken daarom de sprekers in het kader van wat we aan minuten en tijd hebben om hun tijd niet te overschrijden en zelfs worden ze zeer sympathiek toegejuicht als ze het iets korter houden, zodat er ruimte blijkt te zijn om de zaal te laten reageren. Ja, wat de elite aan deze kant betreft, een bepaalde traditie van dit soort bijeenkomsten zijn we toch goed getrouw gebleven. Wat Marius Hofhuis al even zei, een tikje chaotisch is het hier en daar wel. En dat betekent ook dat dat mooie blauwe papier wat u hebt gekregen waarop alle inleidende tijden staan, daarvan geloof ik nooit dat we dat helemaal zo aan en inhouden. In ieder geval is het zo dat we Joop van Tijn moeten missen vanochtend, maar dat we daarvoor in de plaats Wouter Godzak zullen krijgen. En we hebben dat nu zo ingedeeld: Rudolf de Jong, Wim van Doren vraagt al voor de pauze en Bram van der Lek en Wouter Godzak komen na de pauze. Wat Wouter Godzak betreft moet ik nog even erbij zeggen dat hij dus
op het allerlaatste ogenblik bereid is gevonden om hier iets te komen zeggen. En dat hij natuurlijk, laat ik zeggen, de juiste mentaliteit heeft om dat te doen, maar dat hij niet helemaal de tijd van voorbereiding gehad heeft. En of u dus bij zijn verhaal daar een klein beetje clementie voor in acht wil nemen. Ja. Ik heb donderdagavond meegelopen met de Chili-demonstratie, omdat daar weer wat gebeurt, omdat we allemaal de straat hadden op moeten gaan. En ik was bijzonder teleurgesteld, niet één van de kopstukken was daar, om te protesteren wat er gebeurt, zoals in de 15 in El Salvador, met de Chili-journalisten. Vanmorgen hoorde ik over de vier studenten waarvan ik dacht dat ze al lang dood zouden zijn. Een vreselijk bericht van Jan Tiele. Die moeders mochten erbij, geen moeder. Wij kenden haar zo niet, zoals hij mishandeld was. En nou zou ik voor willen stellen namens deze bijeenkomst een beroep te doen over een telegram te sturen naar Buitenlandse Zaken. Om met de klem aan te drukken, aan te dringen, dat er iets gebeuren moet. Dat die mensen, al zijn het wrakken, toch nog misschien bevrijd kunnen worden en dat leven gewacht kunnen worden. Nou, dank u voor wat u nu zo spontaan hebt gehoord. Ik ben niet echt de baas van deze vergadering, maar ik zal al mijn best doen om dat wat u zegt gerealiseerd. Ja, misschien is die echt de baas. Ja. Nou ja, dat is ook een onderdeel toch altijd van bijeenkomst opnieuw van humanisten, anarchisten, vrijdenkers, dat het nooit helemaal duidelijk is wie de baas van de vergadering is. De voorzitter zeker. Nee, van hier is die camera bediend. Oh, ja, er is tegen mij gezegd dat dat het toch wel verstaan werd, maar als dat niet zo is, dan ga ik haastig over op de microfoon. Ik moet even naar mijn speedlijstje kijken. Nou, dat is ook een wat chaotisch speedlijstje, maar ik hoop dat ik de meeste uur te wachten. Ja. Eén punt, toch. Maar je Hofhuis heeft zo aardig gezegd, nu draag ik het over aan Pitoenis. Ik weet niet hoe spontaan u wilt beginnen. Er is een werkgroep geweest waar Marius Hofhuis dan de allereerste initiatiefnemer voor geweest is. En waar Boet Israël ook heel hard in gewerkt en meegetrokken heeft. En zou het niet aardig zijn als we dan begonnen met een klein applausje voor de werkgroep? Mag ik hier blijven zitten? Nee. Nee? Nee, natuurlijk niet. Oh. Mag ik niet blijven zitten, maar bovendien één vraag aan de zaal. Tussen de middag kunnen broodjes hier worden verzorgd, maar dan moeten we weten ongeveer hoe het zijn. Als iedereen die straks de kans wil hebben de twee broodjes te veroveren, op dit moment even zijn hand wil opsteken. Hij gaat er al zitten, hij gaat er al staan, Fries. En hopelijk ben ik verstaanbaar. Ik wil beginnen met te zeggen dat ik erg gelukkig ben dat ik hier vandaag kan spreken. Ik was namelijk de uitnodiging voor deze dag vergeten en ik mocht dus nu toch naar binnen. In de tweede plaats wil ik even een kleine rectificatie aanbrengen. Ik werd hier aangekondigd als directeur van het IISG. Dat overkomt mij wel vaker en meestal laat ik dat er maar bij zitten. Maar vandaag de dag wil ik er toch op wijzen
dat ik daar een ondergeschikte en dus veel belangrijker functie heb. Ik hou me daar namelijk bezig met het verzamelen van anarchistica, zodat Anton Constance rechtstreeks onder mij valt, als ik dat zo mag zeggen. En ik moet hier dus in minder dan een half uur het leven en werken van Anton Constance uiteenzetten als inleiding op het thema van de dag. Toen ik daarover nadacht, toen bedacht ik, het is misschien het beste dat ik al Antons publicaties op een band inspreek en dan hier die band versnel ga afdraaien. Dan sla ik twee vliegen in één klap. Ik haal het misschien net binnen een half uur. En door het versnelde afdraaien heeft u dan niet in de gaten dat ik toch nog de helft van de publicaties vergeten ben. Maar bij nader inzien dacht ik dat ik dat toch beter maar niet kon doen. En ik werd bovendien buitengewoon getroffen door het thema van de dag. In niets neutraal. Ik bedacht mezelf namelijk, en dat bij een man die zoveel in zich had om juist neutraal te zijn. Ik bedoel daarbij niet neutraal in de zin van lauwheid, van onverschilligheid, maar in de zin van een zekere afstand bewaren, een soort geëngageerde neutraliteit. Dus er wel zeer betrokken bij zijn, maar toch een zeker beschouwelijk er naartoe kijken. Dit soort neutraliteit vindt u veel in de oude dageraadsbeweging. Er waren eigenlijk twee soorten dageraadsmensen. Zeer strijdbare en andere die veel meer over de dingen nadachten, wel zich van alles op de hoogte wilden stellen en goed op de hoogte waren, van alles afwisten, maar toch niet zich zo direct in de strijd worpen. In Anton komen beide elementen bij elkaar en doorgaans op een zeer harmonieuze wijze. En als ik nu mij afvraag, wat was dat dan wat deze zaken bij Anton verbond, dan geloof ik dat dat vooral zijn begrip van de cultuur was. De C van Constance is voor mij ook de C van cultuur. Nu is cultuur een moeilijk hanteerbaar begrip, een vaag begrip in het algemeen. Maar bij Constance was de cultuur iets heel concreets. Het was, wat vroeger het ministerie was, onderwijs, kunsten en wetenschappen. Maar het was bij hem ook veel meer. Het ging hem om de hele mens en om het menselijk geluk. En daarmee ook om de maatschappij. Je kan wel zeggen dat zijn cultuurinhoud een stuk beschaving betekende. En in de tweede plaats betekende cultuur voor hem ook dat je er iets mee moest doen. En dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Het is heel typerend dat als hij afscheid neemt van het anarchisme, op een bepaalde manier afscheid, dat hij dat dan uitlegt al met de opmerking, ik kon er niet meer mee werken. Anton heeft altijd met de dingen iets willen doen. Als wij nu kijken naar hoe die cultuur bij hem tot staan was gekomen, dan kijken we meteen naar de bronnen waar hij als hele jonge man al uit gedronken heeft. Dat waren er drie soorten. De literatuur, die kunsten en wetenschappen. Dat was de wijsbegeerte, het denken, en daarbij ook dus het vrije denken en de theologie. En tenslotte de maatschappelijke geschriften, politieke en de socialistische. Kwak en Domelen Nievenhuis. De wijsbegeerte voerde hem tot het vrije denken, dat zag hij als consequentie van het denken. De maatschappelijke geschriften voerden hem tot het socialisme. En als uiterste consequentie van het atheïsme zag hij het anarchisme. En als uiterste consequentie van het socialisme zag hij ook dat anarchisme. Het anarchisme vloeide dus voor hem voort uit zijn cultuur. Hij heeft dat ook gezegd in dat interview met Bram van der Lek, dat ook in deze map die u heeft gekregen moet zitten. In feite is anarchisme wel de uiterste consequentie van wat je leert dat cultuur is.
Zo heeft hij het zijn hele leven eigenlijk gezien. En als je dit leven nagaat, dan geloof ik dat je een indeling van zijn leven en werken kan maken aan de hand van wat er gebeurde met de cultuur, van wat hij leerde dat cultuur inhield. En ik kom dan in zijn leven en werken tot vier verschillende fasen die als het ware geleidelijk, of grotendeels geleidelijk, in elkaar overgingen. In de eerste plaats een fase, de eerste direct na de Eerste Wereldoorlog, vol verwachting en optimisme. Dan een fase van confrontatie met de vernietiging van cultuur. Ten slotte, of ten derde, een fase van opnieuw beginnen en herstel van de cultuur. En tenslotte, de laatste fase, die van nieuwe perspectieven voor de cultuur en ook van de bedreiging ervan door oorlog en de mogelijkheid van de Derde Wereldoorlog. Ik wil nu in de tijd die ik heb, die vier fasen voor u een beetje proberen uit te diepen. Die eerste fase was er dus een van hoop en verwachting en wel de hoop dat de cultuur, dat die een enorme sprong vooruit zou maken. Een sprong in de richting van wat hij dan als uiterste consequentie van de cultuur zag, dat anarchisme, en een sprong die uitgevoerd zou worden door het proletariaat, door een proletarische revolutie. Hij zelf schrijft in datzelfde interview, of zegt in dat interview, je verwachtte veel in die tijd. Je was inderdaad bezig de wereld van de mensen te veranderen. Je wilde geloven aan de komst van de grote Europese revolutie. En hij heeft daaraan gewerkt in zijn anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand en ook in zijn medewerking aan de Vrijdenkersbladen in de jaren 20. Om te beginnen waren die bladen van hem, speciaal Alarm, al een heel nieuw element binnen de toen bestaande anarchistische cultuur. Ze pakten de zaak op een hele andere manier aan, op een zeer verfrissende manier, maar ook met een ongelooflijke felheid, omdat hij die uiterste consequentie naar voren wilde halen. Hij polemiseerde in zijn bladen tegen alles, ook binnen het anarchisme, wat volgens hem die revolutie, die grote sprong, in de weg zou kunnen staan of zou kunnen remmen. Waardoor hij voor andere anarchismen ook wel eens wat pijnlijk en wat kwetsend overkwam. Maar u moet dat begrijpen uit zijn enorme strijdvaardigheid, zijn felheid, om dat optimisme van hem gestalte te geven om te helpen die revolutie naderbij te brengen. Die revolutie is dus niet gekomen. In plaats van de wereldrevolutie kwam er een wereldcrisis. En die wereldcrisis die deed de hoop behoorlijk verflauwen. Zijn laatste eigen blad, De Nieuwe Cultuur, die ook al van 1926 was, dat is al een zeer andere aanpak. Daar mis je die grote felheid, maar wel dus de poging om wat hij geleerd had dat cultuur was, uit te dragen en daar de mensen verder mee behulpzaam te zijn om hun eigen ontwikkeling daarin verder te volgen. Het verflauwen van de hoop brengt ons naar de volgende periode, die confrontatie met de vernietiging van cultuur, met het fascisme. Het fascisme behelst alles wat Anton als cultuur zag, maar dan in volstrekt negatieve zin, als de totale aanval op die cultuur en ook de totale aanval op alles wat naar anarchisme zweemt. Het zelfstandig handelen wordt daarin vernietigd, het zelfstandig denken wordt daarin vernietigd, het denken zelf werd daarin kapot gemaakt. Tegenover het denken kwam de leer van Mussolini heeft altijd gelijk en wat Hitler betreft het Führerbefehl wir folgen. En op maatschappelijk gebied betekende het
het bevestigen en het vervolmaken van alles waartegen Constance van leer trok. Het bevestigen van het kapitalisme, het bevestigen van de staat, het bevestigen van het militarisme en dat in een mate zoals ongezien was. En het betekende ook een principiële ongelijkheid tussen de mensen in de rassenopvatting, maar ook in de opvatting man, vrouw, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, het was een vernietiging en geen bedreiging. Bedreiging komt van iets wat nog niet aanwezig is. En voor de internationalist Constance was het fascisme aanwezig op het moment dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam. Het was al eerder in Italië aanwezig, maar toen het in Duitsland aan de macht kwam, was het heel duidelijk direct aanwezig. En de vernietiging was ook aanwezig. Het fascisme dreigde niet, het deed. In die tijd was er nog één keer een grote hoop. Dat was de Spaanse revolutie tijdens de burgeroorlog, waar Constance ook heen is gegaan, toen daar een hele merkwaardige, tragische episode heeft meegemaakt. De burgeroorlog binnen de burgeroorlog in mei 37 in Barcelona. In de AS hebben wij zijn reportages daarover onlangs weer herdrukt, omdat die ook voor zijn eigen ontwikkeling van zeer groot gewicht zijn geweest. Hij is toen als anarchist van standpunt veranderd. Hij is toen, terwijl hij daarvoor organisaties als remmend zag, een uitgesproken organisatieman geworden. En hij heeft nog één zeer korte poging gedaan om als organisatie-anarchist een beweging in Nederland in het leven te roepen. Daar is weinig van terechtgekomen en vooral toen Spanje duidelijk was dat dat onder zou gaan naar München 38, heeft hij het anarchisme vaarwel gezegd, dat wil zeggen het anarchisme als beweging. Hij stond toen op het standpunt, dat zo'n beetje ook het standpunt was van Menno ter Braak en anderen in die tijd, dat op dat moment de grondslag, de elementaire voorwaarden voor elke cultuur vernietigd dreigde te worden en dat het dan geen zin had om nog verder te gaan met die uiterste consequenties. Hij verzette zich ook, hij wees ook anarchisten af die nog wel met die uiterste consequenties bezig waren en zelfs bezig waren zoals Bart de Ligt, om binnen het anarchisme naar verdere uiterste consequenties te zoeken. Terwijl geloof ik dat Bart de Ligt voor vandaag de dag nog heel interessante dingen heeft gezegd, was hij in die tijd bepaald niet direct actueel voor de toen plaatsvindende politieke gebeurtenissen. En daar sloot Constance wel direct bij aan. Die periode eindigt dus met de Tweede Wereldoorlog, waar Constance in Buchenwald als gijzelaar zat. En dat betekende natuurlijk voor hem drie dingen. Hij wist wat daar aan de hand was, al voordat hij er zelf was. Maar hij werd er toen toch lichamelijk mee geconfronteerd. Hij zag het voor zijn ogen. En dat is natuurlijk toch heel iets anders dan hij het ervaren had, toch van enige afstand in Nederland voor de oorlog. Hij was zich ook, en dat komt in de weinige geschriften die hij over zijn concentratiekamptijd geschreven heeft, heel duidelijk naar voren. Hij was zich ook heel bewust dat hij binnen de hel een soort elitaire bevoorrechte positie had als gijzelaar. En zijn geschriften gaan eigenlijk steeds uit naar de mensen die niet in die bevoorrechte positie waren. En ook gaan zij uit naar het enige verzetsmogelijkheid, de enige verzetsmogelijkheid die men in gijzeling had, namelijk het behouden, het vechten voor de eigen integriteit, voor de eigen menselijke waardigheid en daarmee voor de menselijke waardigheid van de medegevangenen. Daar heeft hij zelf duidelijk een bijdrage toe geleverd, maar hij heeft ook in zijn geschriften degenen die stand hielden en zich moedig gedroegen in de concentratiekampen duidelijk naar voren gehaald.
Deze periode sluit dus wel, gelukkig, met een duidelijke breuk af, de bevrijding in 1945. En dan begint een hele nieuwe periode in het leven van Anton Constance. Je zou kunnen zeggen de periode waarin hij het meest neutraal was in de zin van afstandelijk, beschouwend, terwijl direct bij betrokken in de zin van een diepe interesse voor alles wat gebeurt, maar niet meer in de zin dat hij uiterste consequenties uit iets wil trekken, dat hij eigenlijk niet meer gelooft in uiterste consequenties, behalve misschien de vrijzinnigheid in zijn uiterste consequenties. En nog wel aan een gerenommeerde krant, het Algemeen Handelsblad. Het is de tijd dat hij zijn studie kan voltooien en promoveert. Het is ook de tijd dat hij een aantal geschriften publiceert waarin deze beschouwelijke neutraliteit, deze ook toch geëngageerde neutraliteit, heel sterk naar voren komt. Ik zelf ben altijd zeer onder de indruk geweest van een boekje dat hij over Krupp heeft geschreven, de grote wapenfabrikanten, Dynastie van Staal, en waarin ik zeer bewonderenswaardig vind hoe hij zijn eigen cultuurdenken daarin als het ware overdraagt tegenover zo'n wapenfabrikantenfamilie die toch in zijn ogen niet bepaald zijn opvatting van cultuur vertegenwoordigt, maar hoe hij laat zien hoe die wapenfabrikant eigenlijk met onze hele beschaving verweven is en dat het hoe hier schuld en onschuld als het ware één onontwaardbare kluwen worden binnen het geheel wat wij als bestaande beschaving zien. Maar in die tijd heeft hij ook bijzonder actief gewerkt in op die terreinen waar hij meende dat hij nog ontzettend veel kon bijdragen aan een herstel en verdere uitbreiding en zelfs vernieuwing. Aan de Vrijdenkersvereniging de Dageraad en aan het Humanistisch Verbond en aan de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Als spreker is hij voor deze drie organisaties bijzonder actief geweest en ook als schrijver en redacteur van de bladen. En ik verwijt mij op het ogenblik een beetje dat ik de werkcommissie die zo hard aan deze dag gewerkt heeft niet attent heb gemaakt op een heel goed en ook sprekend voor Anton zelf artikel heb gelezen dat hij geschreven heeft voor Rekenschap, het wetenschappelijke tijdschrift van het Verbond, toen het Verbond ongeveer 20 jaar bestond in 1966. En waarin hij eigenlijk de hele dageraadtraditie heel veel recht doet wedervaren, maar die eigenlijk ook verbindt aan de traditie van het Humanistisch Verbond, door te laten zien dat in de huidige omstandigheden eigenlijk het werk van het Humanistisch Verbond, het streven naar gelijkberechtigheid van buitenkerkelijke, het beste is en het enige wat men binnen de bestaande Nederlandse samenleving kan bereiken. Een samenleving waarin je al blij moet zijn als daar op grote schaal, of op enige schaal, enige mate, begrip wordt opgebracht voor wat er hetgeen er buiten ons land aan werkelijke bewegingen in de wereld zijn, bewegingen met name in de derde wereld. En daarmee kom ik dan al aan zijn laatste fase, dat moet ook wel, want de tijd schiet ook op, namelijk de tijd van nieuwe perspectieven voor de cultuur en ook van de bedreiging daarvan, de bedreiging met een totale vernietiging. In de jaren 60 begon dus er weer veel te bewegen in Nederland en de wereld. En hij zag weer perspectieven voor een libertaire cultuur. Niet in de zin zoals hij dat in zijn jeugd had gedacht, maar wel in, zoals hij het zelf noemde, in een wat reformistische zin. Ik zelf zou liever spreken van een possibilistische zin. Het zoeken naar het mogelijke en binnen het mogelijke naar een zo groot mogelijke libertaire inbreng in de vernieuwingen en in de anti-autoritaire ontwikkeling van de maatschappij. De dragers van deze ontwikkeling zijn niet meer het proletariaat. Je kan zelfs nauwelijks meer van dragers spreken
als een duidelijk afgebakende sociale groep. Je kan het beter zeggen, er beweegt zich onder allerlei groepen van de maatschappij erg veel. En daar was Anton Constantius niet alleen erg gelukkig mee, daar heeft hij ook geprobeerd een enorme stimulerende bijdrage aan te geven. En dan was er de dreiging. De dreiging van de Derde Wereldoorlog en ook de dreiging in de derde Wereldoorlog van een steeds grotere ellende en een steeds grotere verpaupering. En op beide onderwerpen heeft hij ontzettend veel aandacht en ontzettend veel kracht besteed. Met de Derde Wereld is zijn solidariteit algemeen bekend, dat hoef ik hier niet te memoreren. Ik kan alleen maar zeggen dat het typerend voor hem is dat hij, hoewel hij soms misschien te weinig kritisch stond tegenover revoluties die daar plaatsvonden, toch ook een heel duidelijke, laat ik zeggen, dat hij die bekeek zonder veel illusies te hebben. Dat was zijn oude anarchisme ook wel, dat hij zag dat die revoluties sterke autoritaire trekken hadden. Hij achtte ze toen onvermijdelijk, dus hij steunde de revoluties, maar zonder al te veel illusies. En verder zag hij van meet af aan de gevaren die dreigden van de machten die over de grote vernietigingswapens beschikten en die internationaal het voor het zeggen hadden. En daarmee ook de macht van Amerika. Ik geloof niet dat je zeggen kan dat Anton Constantius zozeer anti-Amerikaans was. Maar hij was wel bang voor de macht die nu eenmaal geïnvesteerd zit in de Verenigde Staten en in de regering van de Verenigde Staten. En hij zag van meet af aan de ontwikkeling van de Amerikaanse macht in de richting van het verschijnsel Ronald Reagan. Een verschijnsel dat Constantius niet alleen in de persoon van Reagan, maar in de hele mentaliteit die daarachter zit, afwijst, die indruist tegen alles wat Constantius onder cultuur beschouwde. Ik wil niet zeggen dat Ronald Reagan vergeleken kan worden met de nazi Göring, die zei, als ik het woord cultuur hoor, dan trek ik mijn pistool. En misschien is Reagan wel een man die zegt, dan trek ik mijn pistool. Als hij dat hoort, dan zegt, gut, wat interessant, waar komt die pistool vandaan? Ik heb zelf ook een mooie collectie van cowboy pistolen. Dat is dan Reagans besef van de cultuur. Wat is nu de boodschap die Constantius ons heeft nagemaakt? Mijn inziens in de eerste plaats de opvatting dat je iets moet doen met hetgeen je zelf bereikt hebt, je eigen hebt gemaakt. Hij heeft dus vooral gewerkt aan de meningsvorming en het doorgeven van de bronnen waaruit hij gedronken heeft. Op zichzelf is dat beeld van een bron waaruit hij gedronken heeft en waar hij niet in gespuugd heeft, zoals hij toevoegde, heel interessant. Vergelijk dat eens met het beeld van niet je eigen nest bevuilen, wat veel meer een beeld is van gesloten zijn en niet naar buiten toe je openstellen, de vijand geen kans geven. Een bron is iets volstrekt opens, daar kan iedereen bij komen, daar mag iedereen mede uit drinken en dat moet je doorgeven. Dat is een veel vrijer, een veel humanistischer en een veel anarchistischer beeld ook. Verder wil ik in dit verband op wijzen dat hij heel bewust nooit voor elites gewerkt heeft. Hem is wel verweten dat hij soms de kwantiteit van zijn publicaties centraler heeft gesteld dan de diepgang ervan. Ik geloof dat hij dat bewust heeft gedaan. Hij had, dacht ik, een heel interessante opvatting over de verhouding elite en andere mensen. Ik meen dat hij wel degelijk in een bepaald soort van elite geloofde, maar niet een elite die afgescheiden is van de rest van de bevolking. Hij zag dus een groep die wel met grote
belangstelling en een grote dorst dronk uit alle bronnen waar hij zelf ook uit dronk. Maar daarnaast zag hij heel goed in dat voor ontzettend veel mensen dit drinken toch niet zo interessant was. Maar hij geloofde wel in een wereld waarin de mensen die dan zelf niet dronken uit die bronnen of niet zo overdadig daaruit dronken, een duidelijk besef hadden van het belang voor de hele maatschappij van deze bronnen en een ontwikkeling van deze bronnen. En ik geloof dat hij daarom gewerkt heeft zoals hij gewerkt heeft om die kring van mensen die eruit dronken en die toch veel contacten hadden met alle andere mensen, om die zo groot mogelijk te maken en in deze zin ook door te werken naar iedereen toe. Dit is dus ook de periode dat hij dus werkt voor allerlei bladen en voor de radio, enzovoort, enzovoort. En tenslotte, daar moet ik mee eindigen, zijn verhouding tot het anarchisme. Ik geloof dat hij dus binnen dit geheel zoals hij werkt, steeds geprobeerd heeft dat anarchistisch perspectief toch te zoeken en naar voren te halen. En hij had wel het vertrouwen verloren in de mogelijkheden van een anarchistische beweging en van een anti-autoritaire revolutie, en daarmee ook het geloof in een grote sprong vooruit. Maar hij heeft niet alleen nooit gespuugd in de bron waaruit hij gedronken had, hij heeft ook levenslang en een heel fundamenteel wantrouwen behouden tegen alles wat uitgesproken anti-anarchistisch was. Het fundamentele wantrouwen tegen elke vorm van macht en diepe waakzaamheid tegen het geloof in de wapens van de macht. Dank u wel. Als anarchist altijd het bolsjewisme en de gedachte dat de dictatuur van het proletariaat en dan de dictatuur belichaamd door een partij, die gedachte heeft hij altijd tot het laatst toe heel principieel afgewezen. Maar in de laatste periode van zijn leven, eigenlijk al betrekkelijk gauw na de Tweede Wereldoorlog, is hij tot de conclusie gekomen dat de grootste macht in de wereld niet Rusland was, maar de Verenigde Staten. En in zijn opvatting dat je dus wantrouwen moet hebben tegen alle macht, heeft hij een volledig wantrouwen behouden in de Russische macht, maar vond dat die Amerikaanse macht bedreigender was. Dus hij vreesde dat de grootste bedreiging eerder uitging van de Verenigde Staten dan van Rusland. En wat de ontwikkelingen binnen Rusland zelf betrof, was hij gelukkig met die ontwikkelingen niet in de zin dat hij dacht dat het bolsjewisme aanvaardbaarder zou worden, maar wel omdat hij dacht, en dat ook zag, en ik meen terecht, dat het bolsjewisme in Rusland aan het slijten was. Dat de Russische maatschappij, ja, het bolsjewisme nog heeft als een soort officiële religie, zoals ook Spanje, katholicisme, min of meer als officiële godsdienst nog min of meer heeft, maar dat dat niet meer bepalend is voor het handelen en het denken van de mensen. Dat is wat Rusland betreft. En dan wat Israël betreft, daar is hij dus heel hard op aangevallen. En ik geloof ook wel begrijpelijk. Ik ben het niet eens met zijn standpunt dat hij innam om Israël. En het standpunt van tegenover Israël was dat hij dus niet geloofde in het sionisme. Hij geloofde niet dat de Israëlische staat moest voortbestaan. En hij was dus een grotendeels, een hoge mate, maar niet totaal, een aanhanger van de gedachte van een Arabische staat of van een gemengd Joods-Arabische staat. Hij was niet een aanhanger van een Arabische mini-staat in het bezette gebied.
En zei ze tegen mij, ja, als anarchist ben ik eigenlijk tegen alle staten. En dan komt er weer zo'n klein mini-staartje bij. Maar hij... Wat? Een bittere noodzaak. Hij zag dus een andere noodzaak. En ik geloof dat hij in dit opzicht misschien zich te veel illusies maakte over de mogelijkheden. Ik ben ook niet voor een Arabische mini-staat, maar ik zie in de huidige situatie geen andere uitkomst. Het algemeen anarchistische ideaal is natuurlijk een vrije samenleving, geseculariseerd van Joden en Arabieren. Maar ik geloof dat we onder de huidige omstandigheden al gelukkig mogen zijn als de Arabieren een kleine mini-staat krijgen en de Joden in Israël vrede hebben met hun buurland. Dat is dus mijn standpunt. Wat ik ook niet helemaal met Constance eens was, is dat hij dus Israël toch erg sterk zag als een instrument van Amerika. Dat is geloof ik onjuist. Het algemeen is misschien... Anton was altijd ongelooflijk met buitenlandse politiek bezig en had daardoor mensen zien soms iets te veel de neiging om alle gebeurtenissen uit te leggen vanuit de internationale politiek, ook Amerikaanse en Russische, terwijl de mensen die daar aan de macht zijn toch ook voor een heel sterk, heel groot gedeelte handelen vanuit interne ontwikkelingen in hun landen zelf. En in dat opzicht geloof ik dat Anton op Israël te veel bekeek vanuit die internationale context en vanuit de Koude Oorlog en de Oost-West tegenstelling. Ja, ook anarchist en zijn meester. En de meester, die is de klok. Dames en heren, u ziet, we zijn in handen. Hans, een beetje op zijn plaats zetten. Dames en heren, de dichter Leopold, die heeft eens gezegd dat de mensheid in tweeën uiteenvalt. Intelligente mensen zonder vroomheid en vrome mensen zonder intellect. En als u intelligent bent, dan begrijpt u tot welke soort Anton Constance gerekend moet worden. Ik wil spreken over achtergrond en motief, zo staat het aangekondigd. En u zult zich misschien afgevraagd hebben met mij wat dan achtergrond en motief was, want eigenlijk ontbreekt er natuurlijk iets voor. Dubbele punt, achtergrond en motief. Nu, ik zal u niet langer in het onzekere laten, ik zal niet het woord cultuur daarvoor nemen, dat heeft mijn voorganger al gedaan, ik zal een nog ruimer en misschien nog vager begrip daarvoor nemen, namelijk het begrip leven. Ik erken maar één wet, leven, zei een andere dichter ooit. Het leven is, denk ik, als ik dat nu verder als achtergrond en motief mag hanteren, en inderdaad de drijfveer, de inspiratiebron, de bron waaruit Anton heeft gedronken. Of de termen achtergrond en motief helemaal terecht zijn, daar zou ik ook over moeten denken en met u praten. Misschien is grondslag en oorzaak beter. Maar dat zult u dadelijk ook wel van mij horen. Het woord motief is op zich wel een aardig woord, omdat het vertaalt iets als beweegkracht, kan betekenen, een leidmotief kan zijn. Ik denk, staat hier nog niet goed? Oh. Ja. Ik denk dat ik niet alleen dat woord leven hier nu moet naar voren halen. Aardigheid is misschien dat de tweede voornaam van Anton Levinus was. Of dat nu direct mijn motief was om dit te nemen, dat vraag ik me af.
Het is niet alleen dat, maar het is iets concreter te noemen. Er zijn enkele figuren, enkele schrijvers uit het verleden, filosofen, die de inspiratiebron voor het werk van Anton zijn geweest. En daar wil ik u eigenlijk vooral mee bezighouden. Ik wil ze meteen noemen. En nou ja, ik word ergens in afgeleid, zoals u begrijpt, maar ik zal mijn best doen om dat niet te laten gebeuren. Dat waren Bakunin, de anarchist. Bakunin, midden 19e eeuw, 1876 gestorven. Iedereen hier, neem ik aan, op zijn minst wat de naam betreft, bekend. En dat was in de tweede plaats iemand die iets minder bekend is, ten onrechte misschien. Dat was de Franse filosoof Guillot. Het werk van Guillot, waar Anton Constance vaak op teruggrijpt, is een werk over de moraal. Het is precies 100 jaar geleden verschenen. Het heet, als u de precieze titel wilt, dat is misschien wel aardig, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Dus het gaat om een moraal zonder verplichting en sanctie. Het boek is onlangs weer herdrukt. Bij deze Guillot vinden we dan ook het leven als uitgangspunt, als achtergrond, als principe, la vie la plus intensive et la plus extensive possible. Als het leven als actieprincipe. Wat het inhoudt, zal ik u verder proberen uiteen te zetten op een aantal punten. Uitgangspunt bij dit alles is natuurlijk, dat heeft Rudolf zo even ook gezegd, dat met alle voorbehoud die eventueel nog gemaakt zou kunnen worden, dat Anton Constance inderdaad atheïst en anarchist was en wat dat betreft zijn voormannen in Bakunin en Guillot terecht kon vinden. Guillot heeft, en dat heeft Anton ooit aangehaald, gezegd dat de mens is als een bloem die niet kan nalaten te bloeien indien omgeving, voeding en vrijheid gewaarborgd zijn. Dat is het belangrijkste. Het komt uit zichzelf en het moet niet onderdrukt worden. Het leven dat groeit uit zich. Het leven verzet zich, en dat is het eerste aspect waar ik het nu over wil hebben. Het leven verzet zich, het leven rebelleert tegen alles wat het leven dreigt te onderdrukken. Het leven opponeert. En het is een. Het leven is de kracht die zich tegen alles wat het leven tegenhoudt verzet. Het betekent dat een dergelijke kracht niet al te neutraal en niet al te relativerend kan zijn, maar juist nogal zelfverzekerd is. Want wanneer je niet uit die eigen kracht komt, dan laat je je makkelijk natuurlijk toch onderdrukken. Dus dat betekent dat een dergelijke levenskracht aan de ene kant rebellerend kritisch is, maar aan de andere kant toch een zekere vorm van conformisme ook inhoudt. Een zekere vasthoudendheid aan bepaalde principes, een zekere rigiditeit, misschien zelfs een zekere dogmatisme. Dat zijn de twee kanten die dit levensaspect heeft. Enerzijds kritisch en opponerend, maar anderzijds toch vanuit een eigen gelijk. En dat kan op verschillende manieren natuurlijk op mensen overkomen. Het leven als actieprincipe, dat kan een zeer egoïstische aangelegenheid zijn. En dat is het bij tijd en wijle zeker. Individualistisch, egoïstisch, het gaat om mijn eigen leven. Het is niet voor niets dat ik ook daarom ook nog een ander filosoof hierbij kan betrekken, even zijdelings, waar Anton het een en ander over geschreven heeft, namelijk Stirner, die bekend staat, ook een titel van een boek over hem, als de nihilistische egoïst. Stirner, begin van de 19e eeuw, een van de mensen die het meest duidelijk
het verzet tegen alles wat maar zijn eigen leven tegen zou gaan predikt. Dus het gaat om zijn zaak. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat altijd toch nog een puur egoïstische, individualistische aangelegenheid blijft. Want zelfs het soevereine ik, zoals Antoine dat ooit noemde, zelfs het soevereine ik, dat kan slechts bestaan door gemeenschap, hoe beperkt die ook mogen zijn. Camus heeft gezegd, ik verzet, dat is een mooie toespeling op de oude Cartesiaanse, ik denk dus ik ben er. Camus heeft ooit gezegd, ik verzet mij, dus wij zijn. Dat is dus de aardige verandering in het geheel, ik verzet mij, dus wij zijn. Daar moet, dacht ik, de nadruk op liggen. En dat verzet, dat is juist vanuit het individu, vanuit het ego, maar tegelijkertijd betekent dat een saamhorigheid, een gemeenschappelijkheid. Het verzet moet u zich vooral heel sterk voorstellen, zoals dat bij Bakunin het geval was. Het gaat om een volledig vernietigen van alles wat bestaat en van alles wat het eigen leven en het leven van de medemensen bedreigt. Bakunin heeft al in het begin van de loopbaan gezegd dat vernietigen tegelijk scheppen is. Maar dat gaat dan om een volledige vernietiging. Dus niet zomaar om een beetje, ja, een beetje ongehoorzaamheid of zo. Tegenwoordig is een nogal in de mode geraakte term de burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is dan blijkbaar de mate waarin je nog net volgens de regels ongehoorzaam mag zijn om niet straf te krijgen. Een dergelijke ongehoorzaamheid was zeker niet iets wat Bakunin, Stirner, Guillaume of Constance voorstonden. Ik heb er ooit als aardige karakteristiek van de burgerlijke ongehoorzaamheid een grapje gelezen, misschien heb je het ook ooit gelezen. Er was een jongetje dat liep blokjes rond, een blokje rond om zijn huis. De plek waar hij woonde. En hij liep daar maar rondjes tot op een gegeven moment dat opviel. En een agent daarop afkwam en zei: jongetje, waarom loop je hier toch steeds die rondjes? Waarop het jongetje zei: ik heb besloten van huis weg te lopen, maar ik mag de straat niet oversteken. Dat is dus de typering van de burgerlijke ongehoorzaamheid waar ik het nu niet verder over wil hebben. U vindt bij Anton in al zijn werk juist het felle verzet, Rudolf heeft het zo even ook al aangekaart, tegen alles wat staat is en wat georganiseerde godsdienst is, ook dus in de vorm van het marxisme. Bakunin was hem daarin voorgegaan als bestrijder van het marxisme. En, Anton heeft ooit geschreven, dat is wel even geleden, maar misschien is het toch niet helemaal nog ten onrecht om het aan te halen, dat het marxisme van een socialistische beweging, een burgerlijke hervormingsbeweging werd, die een beroep deed op achterlijke en behoudende instincten. Anton sprak daar tegenover van het vrijheidslievend socialisme tegenover het autoritair socialisme. Dat is één punt, het verzet, wat de rebellie die uit het leven voortkomt. Er is een ander aspect, tweede, dat is dat het leven doorgaat, dat er dus een bepaalde optimistische visie inschuilt wanneer je op het leven beroept. Het leven groeit door, zoals die bloem, hè, als het niet belemmerd wordt. En wanneer je alles werkelijk zijn gang laat gaan, dan heb je ook geen regels, geen verplichtingen en geen sancties nodig. Vandaar, belangrijke punt van dit alles, denk ik, vandaar dat een opgelegde moraal afgewezen moet worden. Dat was de inspiratiebron van Guillaume in dit verband. Guillaume meent
in dat boek wat ik u al noemde, dat de moraal afgeleid kan worden uit de feitelijke omstandigheden. Wet, moraal en ideaal lees je uit de feiten af. In de filosofische terminologie geheten naturalistische moraal, die dan ook de pretentie heeft om wetenschappelijk te zijn. Het is een tendens die je bij Bakunin ook vindt, die je vindt in het positivisme van Comte. Het idee van alles gaat gewoon zo door en wij hoeven ons niet aan iets te onderwerpen, in tegendeel. Dat is het derde punt wat ik u hierbij wil noemen. Er is dus geen sprake van een verplichting, maar niettemin is er toch wel een heel duidelijk omschreven moraalcode. Hier ligt een heel typische tegenstrijdigheid die Anton zelf ook signaleert bij anderen, misschien daarmee ook bij zichzelf. Hij schrijft ergens over Sartre, die dus ook helemaal bestormend te werk gegaan is, geen God erkend enzovoort en geen opgelegde moraal. Hij schrijft ergens over Sartre, dat die uiteindelijk toch komt tot een heel eigenlijk klassieke moraal. Hoe kan dat dan toch? Hij zegt, Anton dus, dat de ethiek, dat komt omdat de ethiek ons niet van buitenaf en zelfs niet van binnenuit opgelegd is. Geen categorisch imperatief is, maar een natuurlijk instinct. Instinct dat vermoord, maar ook aangewakkerd kan worden. Het instinct van het voortbestaan van de soort. En hierin komt hij weer mooi met Guillot overeen. De moraal is gebaseerd op een instinct, een levensinstinct. Het gaat om het bewaren en het versterken van het leven. Het is zo dat de mens dus toch uit een soort instinct handelt. En wanneer we dat ook bij Bakunin nalezen, dan is dat nog nader uitgewerkt dan dat bij Guillot het geval is. Bakunin ziet dat mensen altijd een levensinstinct hebben dat rebelleert. Hij noemt dat het instinct van verzet. Dat is het allersterkste en dat krijg je eigenlijk nooit onder. Ja, je kunt natuurlijk enorme machtsmiddelen gebruiken en dan lukt het je uiteindelijk, want dan zijn het ook geen mensen meer. Maar zolang het mensen zijn, is dat verzetsinstinct aanwezig en daar kun je altijd op de een of andere manier een beroep op doen. Helaas, heeft Bakunin gezegd, helaas hebben de mensen ook nog een ander instinct in zich. En dat is het instinct om anderen te bevelen, om anderen te onderwerpen. En dat instinct, dat zou je dus eigenlijk moeten proberen tegen te gaan. Dat instinct, dat moet helemaal in de plaats komen, moet vervangen worden. Dat daarvoor moet in de plaats komen, het verzetsinstinct. Het is een instinct. En dat zou je dus, daarmee zou je dus kunnen afvragen of hier überhaupt al sprake is van enige vrije keus daarin. En nu kom ik terug op het begin, dat ik zei, ja, misschien is het woord motief wel niet zo geslaagd. Misschien moet je eerder van oorzaak spreken, omdat je niet zelf het echt kiest. Hè? Is hier wel sprake van vrije wil? Dat is een heel interessant probleem in dit verband, wat door Bakunin en dus in zijn voetspoor ook door Constance is aangehoord. Het probleem of je inderdaad zelf vrij kan kiezen tussen alternatieven. Eigenlijk word je door je instinct toch gedreven. En dus geen vrije wil, zou je dan zeggen. En dat klinkt natuurlijk wel heel merkwaardig, omdat zowel Bakunin als ook weer in zijn gevolg Constance iets anders deden dan steeds voor de vrijheid opkomen. Bakunin heeft dit probleem denk ik aardig opgelost door van twee soorten vrijheid te spreken. Bakunin zegt dat er een, hij schreef ballen in het Frans, hij schreef dat er een volonté libre is, en dat is je eigen ontplooiing niet belemmerd door wat ook van buitenaf, van bovenaf, en dat is nu juist het volgen van je instinct, dat is je volonté libre, dus het niet belemmerd worden door structuren, machten, anderen enzovoorts. Maar wat Bakunin afwijst, dat is een soort metafysisch idee van een libre arbitre, zo noemt hij dat dan.
dat is het af kunnen wijken van natuurnoodwendigheden. Bakunin, Constance, Guillaume, al deze mensen die ik hier noem, die zijn allemaal overtuigd van de wetmatigheid van de wetenschap en van de oorzakelijke verbanden. Daar kun je nooit van afwijken. Theologen en metafysici die denken dan dat daar afwijkingen mogelijk zijn, die noemen dat dan de libre arbitre. Dat is ook een reden om mensen schuldig te maken, want ze wijken af van waar ze niet van alle mogen afwijken. Ze geloven allemaal in een volledig gedetermineerd wereldbeeld, maar binnen dat geheel gaat het erom dat je wel een volonté libre hebt, dat wil zeggen dat je niet door anderen en door maatschappelijke machten wordt tegengewerkt, tegengehouden. En daar is het gevecht tegen. En nu is het heel opvallend dat de mensen die nou juist in die libre arbitre geloven, dat die geloven dat je wel kunt afwijken, dat dat nu juist in de praktijk de meest autoritaire mensen zijn. Dus theologen, metafysici enzovoort, die juist hun systeem helemaal opleggen. En degenen die nu juist opkomen voor de vrije wil en voor de vrije keuzemogelijkheden, dat zijn de mensen die in een deterministisch gedetermineerd wereldbeeld vertrouwen. Dat klinkt erg paradoxaal, maar ik hoop dat ik enigszins aan u heb duidelijk gemaakt dat het gaat om de vrije ontplooiing, dus uit dat levensinstinct, uit dat actieprincipe, en dat op zich onbewust is. Zo zegt Guillaume het ook, maar dat bewust gemaakt dient te worden. Dan moet er een zekere verheldering, rationalisatie enzovoort komen. Het spontane, dat moet overdacht worden. Het onbewuste moet bewust worden op grondslag van dat leven. Dat leven, en dat is zo ongeveer het slot, denk ik. De voorzitter kijkt mij al vriendelijk aan. Het leven is dus niet een solitaire, maar een solidaire aangelegenheid. Dus juist vanuit individu, maar dan in gemeenschap. Guillaume, waarmee ik met een paar pakkende citaten wil eindigen, Guillaume heeft gezegd dat het leven is als het vuur dat alleen maar kan bestaan in samenhang met de anderen. La vie, comme le feu, ne se conserve qu'en se communiquant. Dus alleen in de communicatie kan het doorgaan. Guillaume heeft dat aan het eind van zijn boek, dat ik u dus zeer aanbeveel zoals u begrijpt, Guillaume heeft aan het eind van zijn boek geschreven dat het toch allemaal uit jezelf moet komen. Geen hand leidt ons, geen oog ziet voor ons. Het roer is gebroken, misschien is er al nooit een roer geweest. Wij moeten het zelf doen, het is onze taak. Dank u. Allemaal, dan voordat ik aan de paar dingen begin die ik wilde zeggen naar aanleiding van het buitenland en Anton dus. Ik denk dat dat nou precies was wat Anton wilde. Ik denk dat Anton juist altijd geprobeerd heeft om met zijn boeken en radiopraatjes veel mensen te bereiken. Ik zal straks ook een enigszins heilig scherende opmerking daarover maken. Maar die kan ik dan misschien nu al maken. Ik vind namelijk dat hij daarom de dingen wel eens iets te ver vereenvoudigde. En op een beetje schoolmeesterachtige manier even zei Amerika dit, Rusland dat, het imperialisme zus en nog zo'n paar kreten, hoewel hij zich daar denk ik ook zeer van bewust was. Ik weet niet of jouw opmerking nu een verwijt is aan de werkgroep die dit hier heeft georganiseerd. Ik heb nog niet een enquête gehouden wat voor soort mensen hier zitten. Ik vind het er erg veel voor deze tijd. Nog leuker zou het zijn als we het een keer op de televisie konden herhalen, wie weet. Suggestie aan de volgende werkgroep. Ja, dankjewel. Ja? Dat Hans van der Leck zegt dat hij het zo voor eenvoudig, dat sluit mooi aan wat meneer gezegd heeft. Het was juist voor eenvoudige mensen zo begrijpelijk. En tegen meneer zou ik willen zeggen, er zijn geen arbeiders meer. We hebben allemaal een auto voor de deur. Weet u? Ja. Ja, we gaan op die toe. Ja, wanneer gaat het
De opmerking is, wat zullen we nog een bijeenkomst hebben met de arbeiders, het proletariaat, als de motoriek der samenleving, als dat proletariaat in de klassieke vorm niet meer aanwezig is. Omdat bij de televisie zit, met warmbroodjes. Nou, heb ik gehoord. Kramp. Omdat het bij de televisie zit met borrelnootjes. Nou, daarom zei ik dat we het op de televisie dan ook moeten opzoeken. Dat is een moderne communicatiemiddel. Ingewikkeld is, maar het is erg goed dat ik het nog eventjes opmerk, want ik doe niet anders dan zalen afgaan en ik ben al verschrikkelijk blij als er zoveel mensen zijn. Het overkomt mij niet zo vaak meer, moet ik zeggen. Ik vind ook de discussie veel waardevoller wanneer je elkaar kunt zien en meteen iets terugroepen. Ik heb me laatst nog verschrikkelijk op zitten winden voor die buis bij een bepaalde uitzending van het Capitool dat ik niks terug kon roepen en dat er niemand was die zei wat er gezegd moest worden. Dat is iets afschuwelijks, natuurlijk. Maar het is er en we moeten het wel gebruiken. En ik zei het eigenlijk terug tegen die mevrouw, omdat televisie, borrelnootjes, eigenlijk het risico in zich draagt dat je daarmee het hele proletariaat of de verburgerlijke arbeiders afschrijft en zegt... komen niet meer in beweging. En ik weiger dat te doen. Ik denk dat we ons moeten inpassen in de maatschappij zoals die nu is en de middelen van die maatschappij op een intelligente manier gebruiken. En daar hoort die tv bij. Ik zeg, Bram en ik al zo aan de gang, ik geef hem nu het woord. Net zulke eenvoudige en eerlijke woorden als Anton dat placht te doen, in 10 minuten iets te zeggen over Anton en het buitenland. Ik kan nog niet één onderdeel van het buitenland in die tijd behandelen, dus het worden een paar algemene opmerkingen, maar ik hoop toch provocerend genoeg voor een goede discussie. Zoals Rudolf al gezegd heeft, hij was een beschouwer, iemand die over de dingen nadacht en van daaruit handelde, maar hij was ook een doener. En dat is in feite een pijnlijke combinatie. Als je heel erg van je eigen gelijk overtuigd bent en niet meer nodig vindt om verder onderzoek te doen, dan is het makkelijk om actie te voeren. Als je iedere keer weer nadenkt en je afvraagt of je eigenlijk wel met het goede bezig bent, dan is het dikwijls oorzaak van een schuldgevoel dat je geen actie voert, omdat je er nog niet uit bent. Ik vind dat Anton daar altijd een fantastisch evenwicht tussen gehouden heeft. Ik heb verschillende gesprekken met hem daarover gehad. Ik vind ook dat hij dat kon doen, en hij wist dat ook en hij begreep dat ook, omdat hij zich niet bij één bepaalde politieke partij of groepering wenste aan te sluiten, maar als eenling opereerde. En het is natuurlijk grandioos als je dat kunt. Hij heeft er ook verschrikkelijk veel over gehad. En op de een of andere manier was dat zijn grootheid. Hij was in feite volgens mij wel een zendeling. Ik dacht dat hier gezegd werd dat hij dat niet was. Hij was het in de eerste fase, maar hij was het in de laatste fase weer. Ik hoop dat zometeen een beetje aan te tonen. Ik heb hem daarom juist zo bewonderd, om zijn veerkracht. Iemand die voor de Tweede Wereldoorlog in een heel andere culturele omstandigheid, met de hoop en de illusies, voordat het fascisme opkwam, zo
actie heeft gevoerd, zending heeft bedreven tegen de 3K's, kerk, kroeg en kapitaal. Hij was ook geheel onthouden. Die dan zo diep teleurgesteld wordt, zoals velen met hem van zijn generatie. Die dan vervolgens zegt, de oorlog heeft een breuk betekend in mijn leven, wat mij persoonlijk aangaat. Was ik, zo zou je kunnen zeggen, in politieke zaken kritisch beschouwend geworden. Dat heeft hij ook gedaan. Maar volgens mij heeft hij het daar niet bij gelaten. Dat wou ik aan twee citaten duidelijk maken. Hij zegt dan namelijk ook, dat hij eigenlijk niet heeft gebroken met het anarchisme. Want, zegt hij, en dat staat in een van deze artikelen in dat nieuwe boekje, de bron waaruit ik gedronken heb, welke redelijke argumenten zou men kunnen aanwenden tegen een ideaal van de hoogste persoonlijke vrijheid, de broederschap van de volkeren, het vrijwillige samenleven, een wereld zonder legers, een mensheid die niet wordt overheerst en niet door staten wordt verdeeld. En dan gaat hij dus verder en zegt hij, ik begrijp ook en heb inmiddels geleerd dat er verschrikkelijk veel krachten zijn die dat ideaal tegenwerken. Maar hij geeft heel duidelijk aan dat hij het niet wil loslaten. In het interview dat ik in 1979 met hem had, zegt hij, je ziet steeds weer zoveel voorbeelden van emancipatie, van ontvoogding, van situaties waarin tenslotte toch de redelijkheid overwint. Hij kon het niet laten. Mensen vrijer en gelijker worden, dat ik het gewoon mogelijk acht, dat zo'n wereld, dat was die toekomstige betere wereld waar we het over hadden, verwezenlijkt wordt. En het meest treffend staat het in de inleiding van dit boek, samenvatting van de politiek sinds 45, jaren der verleugening. De inleiding gaat grotendeels erover dat tegenwoordig geen enkel woord meer betekent wat het lijkt te betekenen. Dus eigenlijk een beetje de Orwell-gedachte van de Dublin Speech. De verleugening loopt als een rode draad door het boek heen. Hij zegt dan dat de middelen tot massale communicatie de primitieve preken en catechisatie hebben vervangen, door de regeringen en de multinationals worden uitgebuit. Hij schetst een heel somber beeld, maar hij kan het niet dat hij zich daarbij neerlegt en dat hij het daarbij laat. Want, zegt hij, dit boek toont ook aan dat de censuur niet onfeilbaar werkt, dat de geschiedenis zelf tenslotte de werkelijkheid onthult. De verleugening die uit geschetste geschiedenis naar voren komen, bestemmen haar tijdelijke, maar niet haar uiteindelijke loop. En dat zegt hij dan weer met precies dezelfde stelligheid als hij zoveel dingen placht te beweren. Dat weet hij dus blijkbaar, diep in zijn hart. Want dit doet de levende, lijdende en strijdende mensheid, hoezeer ook bedreigd door verwoestende wapen. En als Anton zoiets opschrijft, dan is dat niet zomaar een mooie formule. Want dat vond ik het bewonderenswaardige aan Anton. Die spanning tussen enerzijds zo intelligent en zo scherp zien wat er allemaal fout is, wat er allemaal al misgegaan is en wat ons bedreigt, en dan aan de andere kant het toch niet willen opgeven, aan de andere kant toch blijven geloven in de mogelijkheid van een echte emancipatie, een echte vooruitgang. En volgens mij is hij dus later de zendeling gebleven die hij in zijn jonge jaren was. Een zendeling voor individuele vrijheid, die stiekem toch in een betere wereld bleef geloven. Waarom zou hij ook anders boekjes hebben geschreven om te waarschuwen tegen de Derde Wereldoorlog, om mythes te ontwikkelen? Rafelen zoals de mythe van ons koningshuis, Oranje als mythe. Hij
zag die gevaren wel. Hij beschrijft ze verstandelijk, heel cool en als onontkoombare, je zou haar zeggen hopeloos. Maar emotioneel blijft hij zeggen, dat kan niet zo zijn, het moet anders, omdat het anders kan. Dat is een tragische levenshouding, maar tegelijkertijd ook groots. Hij had het gevaar, als je hem zo voor de radio hoorde, en er werd hem een vraag gesteld en er kwam onmiddellijk een college, een soort linkse Hitlerman te worden, die alles wist. Ik moet zeggen, af en toe kreeg ik er ook een beetje de kriebels van. Maar waarom accepteerde je dat altijd bij Anton? Omdat je voelde dat dat onuitblusbare geloof, dat het anders moest en dus ook anders kon. Of andersom. Dat hij en wij allemaal ons kunnen voorstellen dat mensen wel als broeders met elkaar leven en dat het dus een opgave van ons allen is om het te verwezenlijken, dan is het dus andersom, omdat het kan, moet het. Dat gevoel van solidariteit, Wim van Doorn heeft het gehad over die mooie spreuk van omdat ik me verzet, zijn wij. Ja, Wim van Doorn heeft Camus geciteerd in deze. Ik dacht dat dat heel dat een goede omschrijving, aanduiding was van dat wat ik altijd in hem gevoeld heb. Ik heb in dat interview, als u het kunt achterhalen, zou u het toch eens moeten lezen, want ik heb zo'n spijt dat ik geen tweede interview gemaakt heb, want ik ben daar toen net begonnen. Omdat dat nou was wat mij en Anton zo intrigeerde, van hoe doe je dat, hoe hou je dat een leven lang vol? Ik ben al lang niet zo oud als Anton en af en toe heb ik het gevoel van, nou, ik ben lang genoeg aan het vechten geweest en het wordt toch nooit wat. En daarom wou ik zo graag van hem weten wat nou dat wondermiddel is waardoor je dat met zo'n onverschrokkenheid en zo'n beminnelijkheid en eigenlijk heel bescheiden, maar zo verrekte eigenwijs tegelijkertijd toch volhoudt. En wou ik weten, nou heeft er wel wat over gezegd. Maar ja, misschien nog niet precies datgene wat ons allemaal zou kunnen behoeden voor die ontmoediging. Ik vond het wel verhelderend. Een van de dingen die ik het meest verhelderend vond, was dat we helemaal aan het eind erover kwamen te praten over die conflicten met de macht. Hij zegt van conflicten met de macht word ik nog altijd nerveus. Als je dat iemand van 80 jaar hoort zeggen, hè, dat hij nou nog zenuwachtig wordt als hij tegenover onderdrukking, geweld, macht en ook argumentatie komt te staan. Hij heeft namelijk, zegt hij, ook nooit gedebatteerd zonder nerveus te zijn. En dan zeg je altijd, nou toch niet meer. Jazeker, zegt hij. Nu, nou. Van elk gesprek wint hem weer op. Hij was er altijd voor 100% bij betrokken. En dat dan zo lang volhouden, dan moet je ook wel verdomd, sterk en ook gewoon lichamelijk gezond zijn. En dat was hij dan ook. Ik zou eigenlijk graag op een paar van die beweringen die ik gedaan heb verder ingaan, maar dat doe ik dus niet. Ik vind het veel leuker om nog wat te discussiëren. Ik heb nog één opmerking die me van het hart moet. Wat ik nooit begrepen heb van Anton, was wat hij toch had met die godsdienst. Waarom hij daar zo verschrikkelijk fel tegen tekeer ging, in zijn jonge jaren, goed, kan ik me voorstellen. Als je zag wat de kerk allemaal op zijn geweten had, wat er uit naam van de kerk en van het geloof allemaal werd gedaan en nog wordt gedaan. En hoe, ik krijg nog de kriebels van bepaalde soorten CDA'ers. Dat kan ik me allemaal verschrikkelijk goed voorstellen. Maar de felle manier waarop hij op zijn 80ste nog kon zeggen dat iedereen die aan een hogere macht geloofde niet goed snik was. En dat heb ik toch nooit zo verschrikkelijk goed begrepen. Want waar geloofde hij dan aan?
Hij geloofde aan het goede in de mens. Ik heb het op de televisie daarbuiten nog net even gezien. Hij heeft dat nou ook alweer opgeschreven. Daar zei hij, overal in de wereld leeft in de mensen een oordeel over wat zedelijk goed is. En dat is onze verantwoordelijkheid, om daarvan uit te gaan. Is dat dan geen geloof? Is dat niet ongeveer hetzelfde geloof als van de priesters die aan bevrijdingstheologie doen? Is dat niet ongeveer hetzelfde geloof van mensen die zich uit naam van God, hun God, geweldloos verzetten tegen onrecht? Ik had daar nog zo graag eens een keer uitgebreid met hem over gediscussieerd. En het fijne was, daar kon je ook met Anton altijd weer over praten. Ik denk dat we van hem geleerd hebben en dat hij daarom ook, dat zijn grootste sterkte was. Iedereen moet zelf nadenken. Dat was min of meer een categorische imperatief. En als we dat maar blijven doen, dan denk ik inderdaad dat we op de beste manier eren wat Anton geweest is. We moeten ons niet laten ontmoedigen. Ook Anton had soms het gevoel dat we steeds verder verloren hebben in deze wereld. Dat van alles wat hij in de 20er, 30er jaren geloofd en gehoopt had, niets is uitgekomen. Ik geloof dat dat niet zo is. Ik zou graag hebben gehoord wat hij zou denken van de nieuwe sociale bewegingen, en nieuwe politieke ontwikkelingen, die naar mijn gevoel veel lijken op zijn ideaal van sociaal anarchisme, vernieuwing en solidariteit van onderop. Wat hij dacht en zou vinden van het toenemende verschijnsel van de totaalweigeraars, die vanuit hun diepe geweten zeggen, niet alleen doe ik geen beroep op de wet, ik doe helemaal niet mee. Dat zijn allemaal tekenen dat die krachten van de vernieuwing en de verandering, waar Anton toch altijd in is blijven geloven, nooit verdorven zullen gaan, zolang de wereld bestaat. En het is onze taak om die door te geven en voor te zetten. Dank u wel. Ik wist gisteravond nog niet dat ik hier zou spreken vandaag. Ik wist gisteravond nog niet. Ja, ik heb het zo uitgevallen, dit soort. Zo, ik wist gisteravond nog niet dat ik hier vanmorgen spreken zou en heb me volstrekt niet kunnen voorbereiden, maar mij is gevraagd, omdat je op een tijd de 11 uur verhinderd was, of ik iets wilde zeggen over Constance als journalist. Eerst een andere opmerking. Ik heb zojuist gehoord dat hij heel onthouder was. Ik kan u verzekeren, dan was hij geen dogmaticus. Ik heb hem wel eens nog wat bijna. Constance als journalist betrekkelijk kort meegemaakt. Aan het eind van zijn carrière en tegelijkertijd aan de start en aan de bloei van zijn tweede carrière. Hij was na de Tweede Wereldoorlog chef buitenland bij het Algemeen Handelsblad. Daar had hij een aan de ene kant wat dubbelzinnige en aan de andere kant een heel zelfstandige positie. Dubbelzinnig. Ik zal nooit vergeten dat ik een vriend had, Piet Smit. Die had weer een broer, zo gaat het meestal met vrienden. En dat was een blinde bewonderaarster van, die mevrouw kon uitstekend koekjes bakken trouwens, maar dat doet niet als zaken. Die was een buitengewoon diepgaand bewonderaar van Constance, want toen ze met hem op de kweefsel zat, kon hij altijd zo goed haar opstellen voor haar schrijven, zodat ze daar hoge cijfers van hadden. Zodat ze daar hoge cijfers voor hadden, die mevrouw. En ik was in die tijd lid van de CPN en ik was niet zo erg onder de indruk van een anarchist die bij de boerboerdoer van de Nederlandse bourgeoisie
Algemene Handelsblad, de bron en sterkte van het Amsterdamse havenkapitaal zijn broodverdiende. Maar ik onderschatte het liberalisme, want Constance had niet alleen als chef buitenland buitengewoon grote vrijheden om de rubriek die hij, waar hij verantwoordelijk voor was, zo in te vullen als hij wilde. Bovendien tolereerde hij geen hoofdredactionele inmenging. Gaat het verhaal dat toen eenmaal de hoofdredacteur zich bij hem op de kamer vertoonde, dat hij deze bij kop en kont vatte en buiten de deur zette, omdat hij geen inmenging op zijn beleid gestopt heeft. In ieder geval, hij werkte bij het Handelsblad, is daar met pensioen gegaan. En nogal, ja, ik ga wel schreeuwen, maar ik heb zo'n gevoel dat er een verschrikkelijke galm in die zaal zit. Nou, zo, ze had zomaar gaan staan, gaat zo beter. Ook niet. Waar ligt het dan aan? Want ik hoor alleen maar galm. Zitten staan. Dat geluid is zo verschrikkelijk, werkelijk. De standaard moet verhoogd worden door misschien. Nou ja, ik spreek er zo in, maar gaat het er nog niet? Dat is een televisiezangeres die ook alleen maar te horen zijn als ze de microfoon in de strot steken. Mag maar uitmaken. Constance, na zijn pensionering, aangetrokken als medewerker, buitenlands politiek medewerker van de Groene Amsterdammer. We hadden daar nogal wat journalisten die over buitenlandse politiek schreven, maar het konden ons er nooit genoeg zijn als we maar goed waren. We zijn er kwijtgeraakt naar Nederland. Wat dat betreft had ik het historisch juist gevonden dat Fertijn niet gesproken had. Want zij die hadden een tegenwicht nodig tegen Roel de Jong, die in die periode de wekelijkse buitenlandrubrieken in Vrij Nederland verzorgde. Ik heb toen ook, uiteindelijk Jan Rogier was daar ontzettend actief bij om bij Vrij Nederland betrokken te krijgen. Dat is gelukt. Constance heeft jarenlang buitenlandse artikelen in Vrij Nederland geschreven. Maar zijn, laten we zeggen, journalistieke wederopbloei, dat is, laten we zeggen, alles wat hij deed lag in de constante van zijn kwaliteit en van zijn onstuitbare schrijfdrift. Maar ik denk dat hij zijn grote tweede populariteit eigenlijk gekregen heeft in zo tussen de periode 68 tot grofweg 677. Toen hij vast radiomedewerker werd bij de VPRO op vrijdag. En daar in verschillende vormen directe commentaren op het nieuws verzorgde. Ik heb hem vooral in die laatste positie heel nauw meegemaakt. Ik heb een tijd lang aan hetzelfde programma meegewerkt waaraan hij meewerkte. Ik bracht hem vaak naar huis ook, 's avonds, want een groot deel van zijn mogelijkheden ontleende hij aan het feit niet alleen dat hij over een geweldige veerkracht en uithoudingsvermogen beschikte en heel weinig dronk, maar ook aan het feit dat hij zich anders dan anderen niet per auto, maar per trein door het land voortbewoog. Anton Treijn heeft tot zijn dood toegetreden, werkte in de trein en kon daardoor aanzienlijk veel meer werk per dag verzetten dan al die monologen als ik die zich per auto voorbewegen. Die periode die valt samen met de rebellie-revolutie, opstand der jeugd uit de jaren 60. En die brachten als het ware een hele merkwaardige coalitie tot stand over de generaties heen. De grap in de jaren 60 was tenslotte wie ouder dan 30 is, is niet in vertrouwen. Maar wie ouder dan 70 was daarentegen, daar kon je weer vol vertrouwen tegen opkijken. En Constance heeft op die, laten we zeggen, golf van radicalisme eind jaren 60, begin jaren 70, is hij opnieuw omhoog gedreven en heeft hij in bredere kring, denk ik, een grotere populariteit verworven dan hij eerder ooit gehad heeft. Die situatie die heeft hem aan de ene kant buitengewoon geïnspireerd. Van der Lek vroeg zich af hoe kon hij zich het volhouden. Constance was wat dat betreft een mens als ieder ander. Hij was heel bescheiden, maar hij was zoals wij allen ook ijdel. En vond het prachtig dat zoveel jongeren weer naar hem luisterden, dat hij zo'n geweldig succes had.
En dat zoveel mensen met hem instemden. Veel meer mensen met hem instemden dan in een vroegere periode ooit het geval was geweest, gaf hem, ondanks alle andere zaken, het gevoel dat ook daarin vooruitgang tot uitdrukking kwam. En dat maakte het hem makkelijker dan het anders misschien gemaakt zou hebben om zo ontzettend veel te doen als hij deed. Er was nog een tweede reden, daar heeft Van der Lek ook al heel kort op gewezen. Hij was een eenling, dat wil zeggen, een eenling niet een mens zonder vrienden. Hij had erg veel vrienden en sommige ervan erg goede. Maar het was tegelijkertijd een mens die zich buiten organisatorische beschouwingen hield. En dat met heel grote consequenties. In die 7 jaar werken bij de WPRO, dat was ontzettend leuk. Maar daar speelden zich ook de meest verschrikkelijke ruzies af tegelijkertijd. Want radicalen gaan graag rollen met elkaar. Zo niet over straat, dan toch winkels kamers met elkaar in de gang. En Anton die kwam dan wel weer. Daar ging veel tijd in heen, in dat sussen. Wij waren buitenstaanders, Constance en ik, tussen die ruzies. Dus we konden nog wel eens enige sussende arbeid verrichten. Constance deed dat voornamelijk door, het zal u verbazen dat u dit zegt, door het mee te delen één keer in de vrijdag: jongens, ik zou toch niet gaan staken, dat lijkt me de zaak niet waard. En dat lijkt me niet bevorderlijk voor de organisatie. En dan deed hij zijn gesprek en dan ging hij weer weg. En voor de rest van de week moesten ze maar zien hoe ze eruit kwamen, want daar had hij geen tijd voor. Het zich heel consequent niet bezighouden met organisatorische beslommeringen, ik heb hem er erg om benijd, ik heb het nooit gekund, is een deel van de verklaring waardoor hij in staat is geweest zo ongelooflijk hard te werken. Hij was er betrokken bij, hij was er emotioneel betrokken bij ook, maar vond dat zijn vaderlijk woord voldoende moest zijn en voor de rest moesten de jongen daar het zelf voor uitzoeken. En dat deden ze dan ook en er is in die periode bij de VPRO, hoewel dat herhaaldelijk gedreigd is, niet één keer echt gestart. U moet weten dat in diezelfde tijd, en dat is ook weer zo'n merkwaardige manifestatie van zijn late populariteit, nog een lectoraat kreeg aan de Universiteit van Amsterdam op een periode waar ik op een leeftijd waarop andere mensen gepensioneerd worden en naar huis gestuurd, werd Constance alsnog benoemd. Een college als begoedigingen in de geschiedenis van de Latijns- en Spaans sprekende volkeren en dan weer voornamelijk over de volkeren van Latijns-Amerika, waar hij het woord overvolle collegezalen is een understatement, waar hij sterk overbezette collegezalen trok en op dat toen onder invloed van Che Guevara voornamelijk de Latijns-Amerikaanse revolutie in West-Europa buitengewoon populair was, zeer grote hordes studenten trok. Die acceptatie van algemene ideeën die Constance een leven lang had vertegenwoordigd, waarbij ik het overigens onmiddellijk met Van der Lek eens ben dat hoe modern in ontzettend veel opzichten Constance tot zijn dood gebleven is, zo ouderwets heb ik hem na de Tweede Wereldoorlog gevonden met betrekking tot zijn strijd tegen de godsdienst. Als ik na hem in de radio gesproken te hebben en met hem gewerkt heb, een week later zag ik in een televisieuitzending van de Vrije Gedachte, als ik me goed herinner, waar hij op een bankje gezeten vuur spuwde over het Vaticaan en die volgelingen, dan leek het me of de jaren 20 terugkeerde en de oude antigodsdienstdebatten weer plaatsvonden. Ik vond dat volstrekt misplaatst en ook niet passend in de vorm, de houding die hij verder aannam en die zeer actueel bij de tijd, maar ook qua argumentatie volstrekt modern was. Daarmee is toch niet alles gezegd. Er zijn, ik meen dat Constance, dat heb ik trouwens zelf ook gedaan, dat een soort gemeenschappelijke oude socialisten fout heeft gemaakt. Socialisten zijn er op het algemeen van uitgegaan dat de strijd tegen vrouwenonderdrukking, tegen racistische onderdrukking zou zijn opgeheven als het ware door de totstandkoming van een in welke vorm ook gedefinieerde socialistische samenleving. Wanneer de klassentegenstellingen zijn opgeheven, zou zowel aan de onderdrukking van rassen een eind gemaakt worden als aan de onderdrukking van vrouwen. Een voortvloeisel daarvan is geweest dat Constance heel lang heel weinig in het moderne feminisme gezien heeft.
U kunt dat terugvinden in de conflicten die zich later, nadat hij bij Vrij Nederland heeft gewerkt, heeft hij als journalist nog een tijd lang bij de Nieuwe Linie gewerkt. Daar waren conflicten die zich nogal centreerden rond het feminisme. En in die conflicten nam Anton ook weer diezelfde sussende, maar nogal antifeministische positie in. Hij vond dat onzin eigenlijk. De vrouwenonderdrukking daaraan zou in een andere samenleving een eind komen. En hij gaf in zijn eigen gedrag trouwens buitengewoon duidelijk blijk hoezeer hij zijn eigen vrouw en andere vrouwen trouwens ook op voet van volstrekte gelijkheid behandelt. Dus in zijn eigen gedrag staat absoluut niets vrouwenonderdrukkend. Maar het fenomeen, het verschijnsel, het probleem zou in een socialistische samenleving worden opgelost. Een tweede kwestie waarmee hij erg geworsteld heeft en waardoor hij ook grote problemen heeft gekregen in Nederland, is de houding ten opzichte van het zionisme. Ook weer als bijna iedere andere socialist, althans voor de oorlog, en ook als de meeste Nederlandse Joden, voor de oorlog heeft hij de opvatting vertegenwoordigd dat het raciale probleem, het Joodse probleem in dit opzicht, zou worden opgelost in een andersoortige samenleving. En dat het streven naar een andersoortige samenleving belangrijker is dan het streven naar een eigen Joodse zionistische staat. Als uitvloeisel daarvan heeft hij, die ook dikwijls terecht overigens, heel scherp gecritiseerd. Maar daarbij toonde hij, denk ik, ook in, moet zeggen, in die periode sterk voor mijzelf, beleefd tekort aan gevoel voor de motivering waarmee mensen de staat Israël hadden opgericht. Ik denk dat dat twee tekorten zijn. Nu nog een laatste opmerking. Zijn grote aanzien. Nee, eerst nog een anekdote. Zo midden jaren 70, daar was bij de VPRO een van de elementen van de daar steeds weer terugkomende discussie. Was wat is nu eigenlijk radiovernieuwing? Is dat inhoud of is dat vorm? En men heeft bij de VPRO meer dan bij andere radio- en televisieorganisaties erg veel aan vormtechnische vernieuwing gedaan. Wel nu, het soort werk dat Constanze bij de VPRO verrichtte, werd over het algemeen als inhoudelijk interessant, maar vormtechnisch volstrekt achterhaald beschouwd. Het commentaar op het nieuws, een meneer die 3-4 minuten iets bedans, daar staat te beweren, dat hoort eigenlijk niet bij de radio van de jaren 70, was het idee. Wie, zoals u dat zonder twijfel alle heeft gedaan, veel naar Constanze heeft geluisterd, weet dat hij een wat merkwaardig nasale stem had, waarmee hij op een bijzondere manier overkwam. Ze hadden bij de VPRO zelf jingles gemaakt waar dat zo in zat van het Amerikaanse imperium. Nou, ik kan het niet nadoen, maar en de Israëlische agressors. En dat werd daar werd er meestal mee aangekondigd. De vormfreaks bij de VPRO hadden twee dingen voor Constanze. In de eerste plaats bewonderden ze, zij waren zelf inmiddels radicaal en bewonderden zijn radicalisme. In de tweede plaats vonden ze zijn stem als zodanig alweer vorm. Dat was dus een hele bijzondere. En was hij toneelspeler zonder toneelspeler te zijn. En heeft het om die reden mega langer uitgehouden dan ik dacht. En dat is hij. De grote acceptatie van zijn opvattingen, van zijn analyses, van zijn ideeën, heeft hem tegelijkertijd toch ook wel moeilijkheden bezorgd. Juist omdat weer zo erg veel mensen in die periode zijn ideeën als het ware overnamen, aansluiting vonden bij zijn ideeën of zelfs soortgelijke ideeën ontwikkelden, was hij soms, zou ik bijna zeggen, stelliger, daar had Van der Lekker ook over, dan hij in werkelijkheid was. Het was wel eens zo als hij pratend over die radio geen twijfels leek te kennen. Die twijfels kende hij wel degelijk, maar hij achtte het bijna verplicht aan aan het naar hem opkijken wat in die tijd ontstaan was, om waar eigen twijfels aanwezig waren niet te onderdrukken en daardoor met een groter vanzelfsprekendheid te spreken dan hij onder andere omstandigheden misschien gedaan zou hebben. Ik bracht hem dus naar huis even wel meestal en dan zat hij na de uitzending wel eens achter zijn oor te krabben. Ik heb gezegd dat hij mede vorm was en ook inhoud, vooral inhoud. Je kunt het ook omdraaien.
kan me herinneren, in diezelfde periode was hij lid van de redactie van de Gids. En ik kreeg eens een discussie met een andere journalist over de vraag wie van de beide over het buitenland schrijvende gidsredacteuren nu eigenlijk het best was. W.L. Brugsma, u kent hem altijd, van televisie vooral, of Constance. En de ander was het oordeel dat Brugsma, die een aanzienlijk fraaie stylist was en is, dan Constance, ook inhoudelijk dus, ver uit de loef afstook. En ik werd daar buitengewoon door geprikkeld, want ik vond Brugsma interessant, maar over het algemeen nog wat kakelig ook. En toen zijn we eens een zestal artikelen van beide heren gaan analyseren en toen bleek inderdaad dat Brugsma veel en veel mooier schreef, maar voornamelijk gebakken lucht verkocht. En dat iedere mededeling van Constance, hoewel in minder fraaie literatuur verpakt, ter zake snedig en dikwijls heel overtuigend was. Een buitengewoon interessante, belangrijke, integere journalist en een bijzonder plezierige collega. Ga je nog nu? Net zo kenmerkend voor hem was, bezorgdheid voor de mensen in zijn naaste omgeving en ver daarbuiten hoorde doorklinken. Hemzelf mocht je die vraag niet stellen. Dat hebben vele interviewers tot hun schade en tot gemis van hun lezers ondervonden, want bij het begin van zo'n onderhoud stelde hij dat al als voorwaarde. Geen persoonlijke vragen. Want, zei hij in een interview met Theo Stibbe, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, naar mijn mening zijn personen minder belangrijk dan ideeën. En zo'n uitspraak toont dan weer eens het vermogen van Antoine om mensen geïntrigeerd te doen raken over de weinige zaken des levens waarover hij zich niet uitsprak. Bekijk je het unieke portret van Constance op 25-jarige leeftijd van de schilder Jan Wiegers, uniek als portret van Anton, maar ook in de Nederlandse schilderkunst met haar korte en nooit meer als tendens hervatte expressionistische bloei, dan zie je op Wiegers schilderij de afbeelding van een man die in het geluk gelooft. En daarmee bedoel ik dan die al te kortstondige momenten die de voldoening en het voldaan zijn te boven gaan en grenzen aan de extase. In de bijna 40 jaar dat ik hem heb gekend, heb ik van dat soort geluk tweemaal iets van een afspiegeling op zijn gezicht gezien. Toen hij in 1968 de leeropdracht van de Amsterdamse Universiteit kreeg om de studenten Spaanse taal en letterkunde colleges te geven over de geschiedenis van Spanje en Latijns-Amerika, had hij daar eerst een erg hard hoofd in. Wat kan ik die mensen nou vertellen, vroeg hij me, in een echte of in een gespeelde nervositeit. Want alles wat ik ze vertellen kan, dat kunnen ze ook in boeken en dagelijks in kranten lezen. Nu had ik zelf het geluk tot zijn studenten te behoren. En ik zei, na afloop van dat eerste college, toen we samen die 40 à 50 studenten Spaans nakeken, nou, heel wat hè, Anton? Waarop Anton een pruilmondje trok en bescheiden zei, ach, al die meisjes die hebben thuis gezegd dat de prinses het ook studeert. Maar de week daarop dacht hij daar al anders over. Het waren de namen, de jaren dat de naam van Che Guevara op ieders lippen lag. Dat Salvador Allende in Chili zijn experiment begon, dat door Anton van het begin af aan met grote zorg werd gadegeslagen. Dat het protest losbarstte tegen het Amerikaans imperialisme dat zich, zoals Anton allang voorspeld had, in Vietnam in zijn ware gedaante begon bloot te geven. En ook dat studenten in de hele wereld schenen af te rekenen
met de jaren der verleugening en bij momenten de revolutie die Anton in zijn jonge jaren zo dichtbij had geacht, weer een schijn van kans leek het te geven. En als een lopend vuurtje was het de universitaire wereld rondgegaan. Wie iets over bevrijdingsbewegingen wilde weten, over de oorzaken van en achtergronden van uitbuiting en onderdrukking in de derde wereld, wie de waarheid over staat en kerk in Spanje wil weten, die moest op het college van dokter Constance zijn. De tweede week al moest er in het oude herenhuis aan het Singel, waar toen dat deel van de faculteit letteren gehuisvest was, moest daar voor meer dan 100 studenten een grotere collegezaal worden ingeruimd. De derde week een nog grotere. Binnen een maand lag een aantal toehoorders, onder wie ook docenten en veel studenten van andere faculteiten, veel dichter bij de 3 dan bij de 200. En ze zaten en stonden ook langs de muren. En toen kwam onvermijdelijk de dag dat de conciërge Anton op de stoep opwachtte en klagelijk zei: dokter Constant, hij noemde Anton consequent en ook terecht zo, dokter Constant, als er nou nog meer komen, dan heb ik geen zaal meer voor u. Nou zeg, zei Anton verbluft, alsof hem iets ergs werd aangedaan. Maar tegelijk zag ik op zijn gezicht, en al bijna met het gevoel dat ik hem betrapte, een uitdrukking van absoluut geluk, die je verder niet omschrijven kan. En die colleges waren er dan ook naar. Ze zijn voor mij en honderden anderen die elke week opnieuw in de ban raakten van zijn kennis van zaken, van zijn spreektrant, maar ook vooral van zijn verrassende sprongen door de wereldgeschiedenis met voortdurende uitstapjes naar de literatuur en de filosofie, onvergetelijk. Ik heb er mijn dictaatcahier uit die jaren nog eens over opgeslagen en een college bijvoorbeeld over de centralisatie van de staat in het Spanje van de 16e eeuw, dat begon met een wandbord waar Anton dan heel plichtsgetrouw allerlei jaartallen had gezet. Hij deed dat ook heel slordig, maar ze stonden er. Maar het leidde, dat college, en hoe kon het ook anders, onmiddellijk naar Cervantes windmolens, die, hoe kon dat ook weer anders, en ik hoor het Anton nog precies zo zeggen, de personificatie waren van de dienaars van staat en kerk die iedere burger op de hielen zaten. En waar dan zijdelings de invloed van de in Spanje verboden Erasmus op het werk van Cervantes te hebben aangetoond en welke invloed dat verbod op het Spaanse temperament vol driftmatige opstandigheid en ontaarding van agressie in wreedheid had gehad, om dan terloops de weer heel andere gevolgen behandeld te hebben van het Calvinisme, waarvan wij alle, zoals we daar voor hem zaten, de erfgenamen waren, kwamen we dan bij Unbehagen in der Kultur van Freud, vanwege de bewondering voor Freud bij Mussolini, via driftleven en agressie bij de haters van cultuur, via Unamuno en Ortega y Gasset bij de generaals en dictators van Latijns-Amerika, wie zich daartegen verzette, welke rol de intelligentsia, de CIA en de multinationals in dat alles speelden, om dan via het Latijns-Amerikaans nationalisme terug te komen bij de centralisatie van de staat. En dat klinkt misschien verward, maar het was als water zo klaar en het vormde de bron waaruit wij in de jaren 68 tot 76 hebben gedronken en waar we nog niet van verzadigd zijn. En dat andere geluksmoment waar ik hem op betrapte, dat was in 69, kort voor zijn 70ste verjaardag, bij de bezetting van het Maagdenhuis. Terwijl in de hal van de universiteitsbibliotheek een pandemonium losbrak, omdat de politie plotseling de deuren sloot en alle uitgangen bezette, begaf Anton zich hoog boven dat alles over een wiebelende plank tussen de UB en het Maagdenhuis, de enig mogelijke verbinding met de rebellerende studenten. Hij moest daar naartoe, hij wilde zelf met de bezetters praten.
Iemand naast mij nam hem nog vlug zijn altijd veel te zware aktentas uit handen die hem onvermijdelijk naar de diepte zou hebben getrokken op die smalle loopplank. En nog voor hij de uitgestrekte armen van de bezetters had bereikt, die hem door het raam aan de andere kant naar binnen moesten hijsen, draaide hij zich midden in het luchtledig naar ons om en giechelde. Dat heb ik nou nog nooit gedaan, riep hij uit. En hij straalde, zoals alleen Anton maar stralen kon, met weer diezelfde uitdrukking van onuitsprekelijk geluk op zijn gezicht. Je hem herinnerend, soms denkend zijn stem weer te horen, hem lezend, zou je ook kunnen zeggen dat hij nooit iets anders heeft gedaan. Door het luchtledig over een wiebelende plank gaan naar een venster waarachter het leek dat iets nieuws geboren werd. Voor de jonge Anton Constance, die tegelijk een Heine, een Nietzsche en een Muratori wilde zijn, leek de loopplank minder wankel, het nieuwe dichterbij dan later blijken zou. Bij de komst van de nazi-terreur wist hij dat hij zijn krachten verleggen moest, maar nooit, werkelijk nooit, raakte hij uit evenwicht en heeft hij ook maar één oog afgehapt van dat venster. Hij wist dat het er was en heeft er ons gedurende een leven lang dichterbij gebracht. Terugkijkend op zijn leven schrijft hij zelf: je wilt alleen een pionier zijn, een wegbereider voor een ver nageslacht. Intussen heb je de diepe voldoening de diverse autoriteiten te confronteren met het ideaal der menselijke waardigheid, vrijheid en gelijkwaardigheid, met de eisen van de reden en de ethiek, desnoods met het evangelie, waaraan je zelf niet gelooft, maar zij wel. Anton zou dit misschien al allemaal veel te persoonlijk hebben gevonden, en dat is waarom we in dit aan hem gewijde forum het over zijn ideeën zullen hebben, die volgens hem belangrijker waren dan personen. We zitten hier nu heel mooi als een forum opgesteld, maar ja, u hebt als zaal vanmorgen eigenlijk bewezen het beste forum te zijn. En ik hoop dat u die traditie die u zich vanmorgen verworven hebt, niet kwijt zal raken en daaraan zal deelnemen. Ik zal natuurlijk wel nu eerst de medeleden van dit forum aan u voorstellen. U ziet op de verste hoek, ziet u Harme van Houten, precies even oud als Anton van Constance vandaag zou zijn geworden. Een van zijn jeugdvrienden. Daarnaast ziet u Hans Ramaar. Daarnaast ziet u Willem Oltmans. Daarnaast ziet u, weer even kijken of ik ze niet verwar. Juist, dit is Tom Holterman, ik heb de goede volgorde, merk ik. Rudolf de Jong kent u al. Dan heb ik nog Fries de Vries. En dan nog een jeugdvriend van Anton, die hem ook van zijn allereerste meetings kende, Henk de Groot. Eén vraag ligt mij alder op het hart. Ik heb iedereen vanmorgen zien harrelen met die microfoons. En ik doe het zelf ook. Hoe deed u dat vroeger bij de dageraad? Daar waren toch geen microfoons. En u was toen wel verstaanbaar. Hoe ging dat? Maar jij niet goed, want ik kan nu niet verstaan. Omdat de akoestiek in de zaal toen weer beter was. Maar het was ook hier. Het was ook hier. We waren jong. Goed, wij hebben. Wij hebben bij die citaten die we
dat we zeggen we, ik bedoel daarmee de werkgroep opnieuw, die zoveel werk vandaag... Nu valt mijn microfoon uit, zie je wel. Of niet? Hebben wij, om het lied helemaal als waarheden van Anton, waarop je doorgaans niets meer te zeggen had of zeggen kon, hebben we elk citaat een vraag meegegeven, waarover naar ik hoop en mijn mede-forumleden en u in de zaal aan het woord zullen komen. U hebt zelf ook, dacht ik, die stelling in de map gekregen, maar het is misschien toch goed om ze telkens nog even te lezen. We hebben dan als eerste vraag, is godsdienst gevaarlijk? En een uitspraak van Anton daarover uit hetzelfde interview met Bram van der Lek, wat we vanmorgen al noemden, dat is deze. Als je uitgaat van de filosofie, dan kom je in botsing met alle godsvoorstellingen en dan kom je bij het atheïsme. Ik vind de godsdienst zo gevaarlijk, omdat de mensen dan in twee werelden leven. Een werkelijke wereld en een onwerkelijke wereld. Die twee doorkruisen elkaar op allerlei manieren. Het leven wordt beheerst door een waan. U bent allemaal al over de godsdienst, dat niet allemaal, maar wel veel van u over de godsdienst aan het woord geweest. Maar dit is dan nog weer even, nou zou je kunnen zeggen, een nieuwe bijdrage van Anton. Het leven in twee werelden. Ik weet niet wie van het forum ik daarover het woord mag geven. Ja? Mag ik dan aan Fries de Vries daarover het woord geven? Ja, beste mensen, ik ben evenals een aantal mensen uit het publiek, heb ik gemerkt aan de reactie van de vrouw, daar toch wel enigszins getroffen door een tweetal uitlatingen van de sprekers van vanochtend, Bram van der Lek en Wouter Godsak, die zeiden, ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom die Anton Constance, die toch zo modern was, zich zo verzet heeft tegen de godsdienst. Ik meen dat wanneer je zelf wat van opvatting verandert, dat je niet moet denken dat anderen die zichzelf gelijk blijven, daarom gek zijn. Dus ik zou het citaat dat hier staat, waaruit blijkt dat de mens in een soort verwarde wereld terechtkomt, nog willen aanscherpen met een, dacht ik, nog duidelijker uitspraak van Constance, die namelijk de kerk als maatschappelijk instituut volstrekt afwees. Ik meen dat die veroordeling veel scherper is in het werk van Constance. En hij onderscheidt daarbij dan twee zaken. Hij zegt dat de kerk aan, herstel, dat de kerk aan de ene kant dus de mens dwingt in een bepaald patroon. Aan de andere kant, en het verbindt hem, dacht ik, weer met zijn anarchistische instelling. Anarchistisch dat hij trouw gebleven is in beginsel. Dat verbindt hem ook weer, dacht ik, in zijn met het verzet tegen de staat. Dus ik meen dat het een soort twee-eenheid is en dat men dus Constance goed moet begrijpen wanneer hij zegt dat de kerk als maatschappelijk instituut nog steeds, ook hier in Nederland, maar zeker in dictaturen waar kerk en staat met elkaar verbonden zijn, een gevaar is van de eerste orde. Dat wil ik in eerste instantie eerst. Is er nog iemand in de zaal die daar ook iets over wilde zeggen of aanvullen op wat er vanmorgen over godsdienst gezegd? U hoeft er dit keer niet het trapje voorop. Er staat hier in de zaal ook een microfoon. En ik zou u wel willen vragen, links en rechts, zou u dan dat bij de microfoon willen doen? En als u al een stelling hoort, bereidt u zich dan vast voor bij de volgende vragen, dat u al bij de microfoon staat als u daar iets over wilt zeggen. Dank u wel. Dank u. Doet deze microfoon? Nou, nog. Goed zo. Ik denk dat het probleem kerk is macht inderdaad een van de meest dringende beweegreden, motieven geweest is voor Constance om zich zo op te stellen als hij gedaan heeft. Dat lijkt mij geheel juist. Er is misschien toch één aanvulling nog te maken die misschien de verwondering van de Gortzak en van de Lek vanochtend enigszins begrijpelijk maken. En dat kan ik misschien het handigste doen aan een verwijzing naar het zojuist voorgelezen citaat. Datgene wat namelijk de jongere generatie, de nieuweren, meestal verbaast, dat is dat de strijd tegen
godsdienst, tegen kerk, over het algemeen ook een strijd tegen dogmatisme is. En ik heb de indruk, en ik meen dat aan de hand van het citaat waarbij ik de nadruk even wil leggen op het feit dat zowel het woord filosofie als het woord godsdienst in het citaat van het bepaald lidwoord voorzien zijn, daarmee een simplificatie die mensen inziens niet deugt, dreigen in te houden. Daaruit blijkt mensen inziens dat je de houding zoals Anton Constance die gegeven heeft, al gauw als een nieuw dogmatisch denken kunt interpreteren, wat hij zelf zeker uiteindelijk niet bedoeld heeft, maar vandaar dat ik die verbazing wel begrijp. Dank u. Ja. Ja, ik dacht dat één facet van de godsdienst de mensheid tekort heeft gedaan. Het is een humanistisch uitgangspunt dat alle mensen gelijk zijn, daarmee wordt bedoeld dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Maar in de godsdienst en de godsdiensten zoals ze ontstaan zijn, is er een tweedeling gemaakt van mannen en vrouwen. Het mannelijke, er is een mannelijke God, God de Vader en de Zoon. En zoals u ziet, de stoel van de paus is een instituut. Het instituut blijft bestaan. En de mannen erop volgen elkaar op. Vrouwen, het vrouwelijke heeft nooit kans gekregen om, en gelukkig misschien, om een instituut te worden. Maar het gevaar van godsdiensten is volgens mij dat het iets institutionaliseert. En als het eenmaal geïnstitutionaliseerd is, dan gaan we ons bezighouden met slachtoffers. Dank u. Met de rechtse microfoon zie ik ook iemand staan. Het gaat er natuurlijk om dat Anton in zijn reactie op de godsdienst eenvoudig voortzette het 19e eeuwse verlichtings- en positivistische denken. Dat begint hier in Nederland met Molenschot, alle gedanken zonder fosfor geen gedachten, daarvoor is hij hier in Holland naar huis gestuurd, etc. Maar goed, dat was Anton zijn achtergrond. Die positivistische, materialistische en dan in de zin wat Marx zou noemen, hoe noem je het ook weer, Feuerbach, dat was dus niet het dialectisch materialisme, maar dat was het oorspronkelijke materialisme, dat was Anton's achtergrond. En dat richtte zich tegen de kerken in Nederland. En vandaar, het begrip godsdienst is natuurlijk veel ruimer. Daar zit er iemand te praten over dat in de godsdiensten alleen maar de man een rol speelt. En wat vindt u dan van de grote godin van de Hindoes, Kali? He, de eeuwig moordende vrouwelijke godin met de 8 armen. Die tegelijkertijd is Devi Sri, de godin van de vruchtbaarheid en de rijst op Java. Dus laten we in hemelsnaam oppassen met het begrip godsdienst niet te beperken tot het orthodoxe, geïnstitutionaliseerde Calvinisme van de Nederlands hervormde en de gereformeerde kerken. Er horen ook al die andere bijbelverschijnselen bij. En ook niet tot Rome, maar laten we ook doen. Anton verzette zich tegen geloof in onbekende machten. En het probleem is, dat is voor mij eigenlijk het punt waar ik vroeger al eens met hem over gediscussieerd heb, met het verbond. Hij zag te weinig dat ook in ons natuurwetenschappelijk wereldbeschouwelijk inzicht er nog te veel is wat we niet weten. U weet niet dat de aarde om de zon draait. U weet dat het een goede verklaring oplevert. Maar u weet niet dat het zo is. Kunt u niet bewijzen. Alle bewijzen die dat zouden zijn mislukt. En dus wat we kunnen net zo goed zeggen, en dat doen ze in het planetarium, kunt u prachtig zien hoe het allemaal gaat, maar daar draait de zon om de aarde. Het is een model, maar het is een model dat uitstekend werkt. En daar gaat het om. Het gaat erom of we dus een kracht buiten de mens accepteren in het model van de wereld, onze wereld van de wereld. En dat is inderdaad een persoonlijke kwestie. En daar spelen allerlei heel vroege, dat wist Anton heel goed, denk u maar aan zijn bewondering, voor dat is onbehagen der cultuur. Dat is onbehagen der cultuur, want die toekomst van de religie, dat is vooruit over de religie, daar zit het allemaal in. Maar dat wist Anton ook wel. Maar het werd wel eens, en dat doen we wel eens te veel, de godsdienst
Er is niet een de godsdienst. Er is het Calvinisme, er is het Vaticaan, er is het Katholicisme, et cetera. Er is natuurlijk het Grieks Katholicisme. Als u daar veel de grote gekeken heeft van de weten, dan heeft u daar het een en ander van gezien. Maar dat was eigenlijk wat ik hier aan wilde toevoegen. Verder niets, want voor de rest, ik heb Antonsdorf korter gekend dan Herman, maar toch wel een hele tijd. Van 63 jaar in het seizoen van Herman. Dat is ook wel heel lang. Ik zie. Ik heb een constante denken geweest dat de godsdienst een rem is voor de hele ontwikkeling van de mensheid. Dank u wel. Dan ben je ook tegen de staat. Ik wil niet geregeerd worden, maar ook niet regeren. Niemand moet dat willen. Natuurlijk, je hebt die dingen allemaal in je. Machtsdrift, agressie, de behoefte om tot elke prijs bij een groep te willen horen. Maar ik geloof niet aan de eeuwigheidswaarde, aan de onoverwinnelijkheid van die dingen. Nou, we weten allemaal het breukpunt in het denken over de staat, althans het aangaan van een compromis daarmee, dat ligt bij Anton in het begin van de jaren 30, toen hij de idealen van antimilitarisme en gezagloosheid opofferde voor de strijd tegen het fascisme. Maar, schreef hij zelf bij zijn 80ste verjaardag, ik heb niet met het sociaal anarchisme gebroken in die zin dat ik het ben gaan bestrijden, want welke redelijke of ethische argumenten zou men kunnen aanwenden tegen een ideaal van de hoogste persoonlijke vrijheid, de broederschap tussen alle volken, het vrijwillig samenleven, een wereld zonder legers, een mensheid die niet wordt overheerst en niet door staten wordt verdeeld. Ik kan niets inbrengen tegen de kritiek op de staat als die afwijzing berust op het feit dat de staat zich als militair apparaat boven en buiten de zedelijke normen plaatst. Graag hierover eerst mijn forumleden. Misschien die van u. Ja, ja, meneer de Groot. Beste mensen, er is zo straks gezegd dat ik Anton Constance ken vanaf de eerste meetings. En dat kwam doordat er in het noorden een noordelijke propagandacomité was, waar verschillende geestestromingen in vertegenwoordigd waren. Dat waren in de eerste plaats de Vrije Socialisten, de syndicalisten, maar ook de antimilitaristen en de vrijdenkers. Wat ik van Anton Constance heb opgedaan is zeer belangrijk geweest, maar één ding wil ik nog eens naar voren brengen. Dat betreft mijn vrouw, die helaas wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Die woonden tegenover een openbare school, waar direct na de oorlog de meester, wanneer hij gymnastiek liet doen, kinderen oorlogsspelletjes liet ondergaan. Mijn schoonvader was er vierkant op tegen en die boycotte het, trots dat hij daarbij de leerplicht werd overtreed, boycotte hij het om zijn kinderen naar zo'n school te sturen. Met het gevolg dat diverse mensen die dan op tournee waren voor de propaganda, vaak bij hun onderdak kregen en de kinderen dan datgene wat ze zo broodnodig hadden aan onderwijs bijbrachten. En een van die mensen is Anton Constance ook geweest. Het spijt mevrouw dan ook bijzonder dat zij dit nu niet mag meemaken, maar ik wil het al even kwijt. Zelf heb ik mijn beroerde ervaring wat oorlog betreft. Mijn vader die heeft zich ook al heel vroeg bezondigd aan socialistische propaganda. Met het gevolg dat hij door die rijke boeren in Noord-Groningen werd uitgesloten. Broodloos dus. Hij heeft werk kunnen vinden in Duitsland, in het veenbedrijf. En toen de Wereldoorlog uitbrak, de Eerste Wereldoorlog, was ik 5 jaar oud. En ik moest ervaren dat mijn speelkameraadje 10 dagen na uitbreken van de oorlog zijn vader met militaire eer, omdat hij sergeant was, zag begraven. En wat me altijd is bijgebleven, dat is hoe het ons als kinderen helemaal langs ons heen viel. Wij waren als qua jongens op een zandberg bezig om elkaar bij de hakken naar beneden te trekken. En dat voorbeeld, dat neem ik steeds wanneer ik propaganda maak voor het antimilitarisme, dat precies de grote mensen zo reageren op alles wat met de wereld gebeurt, zoals wij op dat moment deden met die begrafenis van die sergeant. Dat is, het valt gewoon langs je heen, het spreekt je niet aan, en vandaar ook dat de mensen niet reageren. Dat eerste zinnetje wat ik hier lees, in feite is anarchisme de uiterste consequentie van wat je leert cultuur, dat cultuur is. Ik geloof ook wel dat datgene is dat ik ook hier nog zit.
Er is maar in Belgische wegen, dat moet toch wel iets apart aan je zitten, dat je op zo'n leeftijd je nou overal geen warm voor kunt maken. Maar ik heb juist geleerd, vooral ook van Multatuli, die zei, het niet belangrijk is dat je geleefd hebt, maar hoe je geleefd hebt. En dat hoe je wil leven, heeft met cultuur te maken. Dat je mee een cultuurdrager wil zijn, dat de wereld leefbaarder wordt dan dat die vandaag de dag is. En juist datgene, dat besef, dat we daar aan mee hebben te werken, dat is niet aanwezig en dat heeft van die wereld ook zo'n beroerde, ellendige toestand gemaakt. Dat wou ik even laten. Ik denk dat wanneer we het over de staat hebben en het antihumanistische, dat het goed is om toch een verschillende opvatting met betrekking tot de staat kwijt te raken. Als Anton zich verzet tegen de staat zoals hij dat doet, dan verzet hij zich tegen de staat zoals we die kennen als de dominante staat. Als een gecentraliseerde, hiërarchische, geordende, gemonopoliseerde zwaardmacht, zoals juristen, waar ik zelf een van ben, dat wel eens uitdrukken. Het is dus tegen die staat dat Anton zich verzet heeft en waar ook het anarchisme zich tegen verzet. Dan denk ik dat als je je daardoor wil laten verblinden, door die staat zo centraal in je denken op te nemen en daardoor je antigevoelens te laden, dat je dan voorbij ziet aan een aantal zaken waar Anton niet aan voorbij gezien heeft. En het is dat aspect wat ik toch hier ook in het midden wil brengen. Anton heeft er terecht op gewezen dat je naast die anti-staatsopvatting die je huldigt binnen het kader van het anarchisme, er niet aan ontkomt om in termen van productie, distributie en transport van zaken te denken. Hij heeft opgemerkt bijvoorbeeld, ik citeer hem letterlijk, een bevolking wil vervoerd, gekleed, gehuisvest, ontspannen worden en in staat gesteld om te werken. Geen tijd voor romantiek dus. En dat is dus constance waaraan ik zelf veel waarde hecht, omdat het mij als jurist in ieder geval de kans geeft om op een andere manier over de staat te spreken dan dat traditioneel ook door juristen gebeurt. Waarbij ik een poging waag om niet meer het begrip staat te gebruiken, maar het begrip politieke organisatie. En op datzelfde ogenblik kan je spreken in de woorden waarin ook Anton Constance gesproken heeft, als die zegt dat er binnen het kader van het produceren en het transporteren een geheel stelsel van basisgemeenschappen opgezet moet worden, die in confederale verbanden samengevoegd wereldomspannend zelfs kunnen zijn. Daarmee inhakend overigens op dat wat Bakunin ook al naar voren gebracht heeft en waarop inleiders van vanochtend ook al gewezen hebben. En naast die politieke organisatie, of liever gezegd binnen die politieke organisatie, kan je vervolgens spreken over functionele organisaties zoals vakverenigingen. Je kan spreken over beheersorganisaties zoals fabrieksraden. Op een dergelijke wijze de zaken benoemd, kan je over heel veel dingen spreken die anders niet besproken worden wanneer je in je antistaatsopvatting verschrikkelijk veel als het ware weglaat. Hè. Dus dan dat je dan als het ware wel romantisch gaat of in de sfeer van romantiek gaat denken. Zo van als die staat nou maar weg is, dan hoeft er ook niks meer te gebeuren. Hè. En dat is dus waar Anton op gewezen heeft dat we dat volstrekt niet zo moeten denken. En dus als die spreekt over de staat en het afwijzen daarvan, dan gaat het over de dominante staat en die is wel degelijk antihumanistisch. Die is antihumanistisch vanwege het feit dat daar een grote ontmenselijking van uitgaat, dat die opgezet is om te dehumaniseren, om mensen in de kaders te plaatsen die dominante staat
uitkomt. En ik denk dus dat als je die kant belicht, dat je dus die andere kant, dat er dus een aantal staatstaken, zal ik ze nu maar noemen, maar dat zijn dus de taken waarvan je dus kan zeggen, van, nou, en mensen moeten toch gevoed, ontspannen worden, et cetera. Dus zoals dus Anton dat heeft proberen uit te leggen. Als je die zaak verder doordenkt, dan denk ik dat je dus in een humanistische zin over politieke organisatie kan spreken. Het is dat punt waar ik zelf sterk door Anton beïnvloed ben, niet in de laatste plaats, vanwege een tiental jaar denk ik toch wel inmiddels als mederedacteur van het tijdschrift De As. En het is wat dat betreft dat ik toch, hoewel ik daarmee natuurlijk mezelf zit te pluggen, terwijl Anton dat nooit gedaan zou hebben, maar misschien is dat iets moderns. Het proefschrift Recht en Politieke Organisatie door mij aanstaande donderdag te verdedigen aan de Erasmus, in ieder geval geschreven is vanuit die sterke invloed die ik van Anton heb ondergaan en waarin ik dus gepoogd heb naast die verwerping van de dominante staat, zoals Anton dat deed, gepoogd heb dat wat hij daarnaast aan vanzelfsprekendheden die we ook moesten organiseren, om daar wat meer handen en voeten aan te geven. Dank u wel. Ik zie niemand bij de microfoons. Betekent dat dat niemand van u iets over die anti-humanistische staat zou willen zeggen? Ja, mag ik even? Graag. Oh ja, u hebt erover geen microfoon. Dat moet u echt schrijven. Ja, dat moet ik wel schrijven, ja. Goed. Ik kan me herinneren in geschriften en artikelen van Anton Constance dat hij erover heeft ten aanzien van de staatsontwikkeling dat de staat inderdaad humaner is geworden. Hey. En daar geeft hij ook mee aan dat uitgesproken theorieën over socialisme, of het dan marxistisch of anarchistisch is, dat de maatschappij een bepaalde ontwikkeling ondergaat. Hey. Dus de maatschappij vanuit zichzelf ontwikkelt al ideeën door inbreng van mensen die strijdvaardig is, zoals Constance zijn hele leven gedaan, de ontwikkeling is. Maar het is juist 13 jaar geleden dat in Chili Allende vermoord is geworden. En ook heeft daar Anton Constance veel over geschreven. En hij heeft nog iets vanuit zijn socialistische opvattingen laten zien dat socialisme per discreet via de staat niet in te voeren is. Hij heeft ook gezegd, terugbrengende naar onze parlementaire democratieën, dat hij natuurlijk vanzelf wel, en ik weet niet of het zo precies gezegd heeft, betere culturele en humanitaire waarden heeft als in Zuid-Amerika, maar dat het ook niet denkbeeldig is. En dan denken we nu maar aan de economische crisis en het gevaar van de derde wereldoorlog via kruisraketten, dat ook die zogenaamde democratische, humanitaire staat, zeker niet vastgesteld zou kunnen zijn, dat ook wij een staat van beleg kunnen. Dat het niet uitgesloten is dat zelf dergelijke democratieën toch weer overgaan tot de onderdrukking als staat van mensen die bezetten. Ja, ik vind dat erg boeiend dat u dat vertelt. Ik heb zelf straks ook al eigenlijk met een beetje nadruk gezegd over de zorg waarmee Anton het experiment in Chili volgde, juist omdat bij alle wisselingen die we in de afgelopen 40 jaar, laten we zeggen, in Latijns-Amerika hebben gezien, waar telkens als daar een opening was, iets wat naar democratie zweemde, toch nooit dat apparaat, het gezagsapparaat en zeker nooit het militaire apparaat vernietigd werd. U staat er goed bij. Het is veel te belangrijk om dat niet voor de microfoon te zeggen. Nou, ik wou aansluiten op uw woorden. Dat is het typische het repressieve tolerantie-idee van Marcuse. En ik denk dat je daar constant mee te maken hebt, dat je wel een vrijheid hebt van ideeën. Maar ja, je hebt toch met het dilemma macht zit je, waardoor je daar op een gegeven moment gestalte aan moet geven. Tegelijkertijd moet je met net het idee van toen met Allende, moet je toch een tegenmacht hebben.
En die tegenmacht, ja, die kan op een gegeven moment de doelen heel vermiddelen worden. Dat is altijd dus een marge waar je in werkt. Dus je kan het heel langzaam kan je veranderen. Dat zie je in Cuba, dat zie je nu in Nicaragua. Omdat er constant door de tegenstanders gewezen wordt op een gegeven moment op de fouten die ze zelf maken, die worden weer aangehaakt om te zeggen van nou zie je wel dat ze dezelfde kant uit gaan. Dus ik bedoel met te zeggen, ook met een staat, met een organisatie, algemene doelstelling bereik je niet, maar je moet op een gegeven moment tot een soort consensus komen, tot een bepaald idee, dat je zegt van nou, daar kunnen we van uitgaan. Maar wat het jammer is met de linkse beweging, in tegenstelling tot rechts, die zijn altijd united, die pakken die ideeën op en die zien op een gegeven moment het volk wordt onrustig en die spelen daarop in. En links, ja, die gaat zo ver door dat ze eigenlijk in die zin weer vervreemden van die massa. En dan zegt die massa op een gegeven moment, nou geef mij mijn lubbers, want in zekere zin weten we wat we daaraan hebben. En als links straks weer aan de macht komt, dan krijgen we weer hetzelfde verhaal, dat zij moet eerst puin ruimen. En dan zeggen ze, zie je wel, de rechtse kon het uiteindelijk toch beter. Want uiteindelijk hebben zij de middelen en de macht. En ik denk in die zin dat links meer moet kijken naar elkaars uitgangspunten en minder naar de verschillen. En dat kunnen ze wel rechts leren. Ja, en dat is ook altijd al zo geweest. Ja. En we zullen het dadelijk over de staat nog verder krijgen, want we komen nu eigenlijk... Komen we aan een ander punt toe? Of is er nog iemand? Ja, mag ik één keer wat zeggen? Ja, dat was u meneer, ja. Ja, daar is ze weer. U was er nog niet vanmorgen vroeg en toen heb ik aan het begin van de vergadering... Nou, toen was ik er ook. ...die oproep gedaan om een telegram te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken... Want die studenten worden doodgeslagen. Ik weet niet of u de radio gehoord hebt. Ja, u hebt dat vanmorgen opgemerkt en ik neem aan dat de organisatoren daar zeker goede noten van genomen hebben. In de theepauze wordt daar een tekst, die is op het ogenblik al in bewerking en die wordt straks voorgelezen door het forum. Ja, uitstekend. Dan zou ik u nu willen voorstellen, dat wil zeggen dat moet eigenlijk mijn buurman voorstellen, om eerst een theepauze te houden en vervolgens met de andere stellingen verder op te gaan. De staat, eigenlijk als aansluiting op u hier, over Marcuse Arnhans Ramar, die daar nog graag iets over wilde zeggen. Ja, ik wil daar heel kort iets over zeggen. We kennen, gelukkig velen kennen, hebben Anton gekend. En we weten allemaal dat Anton een bijzonder beminnelijk mens was. Ik heb de afgelopen dagen heb ik zo nog eens wat herlezen van en toen viel mij toch één ding op wat ik even kwijt wil. Dat is namelijk dat als hij het over de godsdienst heeft, over de kerk, en als hij het over de staat en het internationale systeem van staten heeft, dan wordt Anton boos. En dat is aan zijn woordgebruik toch heel duidelijk te merken. Als je bijvoorbeeld een boek neemt als Morgenrood, kopjes boven de paragrafen, boven die hoofdstukjes, als hij het over Nixon en Kissinger heeft, dan zet hij daarboven gangsters op de troon. Hij heeft het over geperverteerde bourgeoisie. Kortom, hij is heel hard in zijn woordgebruik. En dat is iets wat mensen misschien niet zo 1, 2, 3 opgevallen is, omdat hij met zo ontzettend veel feiten komt en dit soort gevoelsmatige conclusies met zoveel feiten onderbouwd. Maar ik denk dat toch iets zegt, zijn boosheid, zijn woede over die twee systemen. Enerzijds het systeem van het geloof, van de kerk. Aan de andere kant dus in de samenleving het systeem van de staten. Hij zegt ook, de staat is het systeem van het bewapend kapitalisme. En ik geloof dat een hele mooie definitie is. Ik denk dat we straks nog verder zullen spreken over de staat en over het anti-humanistische aspect ervan en ook over het anarchisme, dus ik wil het hier even bij laten. Fijn, dank u wel. Dan gaan we nu naar stelling 3, want anders dan blijft ons ook te weinig tijd. Waarbij wij als vraag stellen, kan men vrij zijn zonder staat? En als stelling dan van Anton's uitspraak, je ziet steeds weer zoveel voorbeelden van emancipatie, van ontvoogding, van situaties waarin tenslotte toch de redelijkheid overwint,
mensen vrijer en gelijker worden, dat ik het gewoon mogelijk acht dat zo'n wereld verwezenlijkt wordt. Ik weet wel dat het misschien eeuwen kan duren, maar je moet dat niet te veel afmeten aan je eigen leven. Het is eigenlijk een optimistische uitspraak wanneer je die vergelijkt met zijn veel somberder visie in een van zijn laatste terugblikken op zijn leven, die hij in 1984 schreef, waarin hij uitspreekt op de bewapening als de grootste bedreiging van de toekomst der mensheid te gaan zien en in de ontwapening de grootste revolutionaire mogelijkheid. Maar, zegt hij, zolang deze zo klein blijft, die ontwapening, ben ik voor die toekomst zeer bevreesd. Hoewel hij ook dat artikel besluit, want anders zou het Anton niet zijn, twijfel aan een humaner en gelukkiger samenleving van vrije mensen ontheft ons niet van de creatieve opdracht erop te blijven vertrouwen. Wie van u mag ik over dit punt het woord geven? Ja, graag Henk de Groot. Ja, ik heb, als ik dit zo lees, dan moet ik even terugdenken aan een boek die 2 jaar geleden is verschenen. Dat is een Amerikaanse professor, zijn naam is Monschotis, dat is zo belangrijk. Die zegt, we hebben zoveel mogelijkheden om het leven te vernietigen op aarde. Dat is met zure regens, met allerlei giften. De woestijnen die breiden zich uit. En zegt hij, als dat nog niet voldoende is om de mensheid uit te roeien, dan hebben we altijd nog een atoomoorlog achter de hand om er een eind aan te maken. En daarom is het natuurlijk wel een beetje, als je het zo bekijkt, dan is het wel, vraag je toch wel af, ook zo'n gelegenheid als deze, waar zijn we eigenlijk aan bezig? Maar daar tegenover staat een uitspraak die heel populair is, zolang er leven is, is er hoop. En die hoop, die hebben wij met elkaar in de hand om dat te verwerkelijken. En wanneer wij doorgaan met het steeds meer de staat als absolute instelling te maken, dus te verder blijven van datgene af wat ons mogelijk zal maken om als mensheid verder te blijven bestaan. Ik wil die eerste 2 punten wil ik dan ook samenvatten, en dat is ook iets wat ik ook mee van Anton Constans heb opgestoken. De godsdienst, die zie je ook weer terug in de aanbidding van de staat. En als ik lectuur lees, vooral van staten die de laatste tijd na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan, als socialistische staten, zoals ze dan genoemd worden, dan ontkomt me niet het gevoel dat er vaak over me komt alsof ik te doen heb met de Roomse inquisitie van de middeleeuwen, wat ondraagzaamheid en de intolerantie betreft. En dat vind ik een zeer ellendige teken dat juist in die landen waar het mogelijk zou moeten zijn om een toekomst te brengen die werkelijk perspectief geeft aan de mensen, dat we zulke vreselijke dingen daar moeten ervaren. En daarom dat kan men vrij zijn zonder staat. We zien juist dat waar de staat zich steeds meer voor apprecieert, dat er van werkelijke vrij leven geen sprake is. En dat is de enige mogelijkheid volgens mij voor de mensheid dat we, wanneer we verder willen leven, dat we dat als einddoel moeten houden, dat we elkaar weten te verdragen in vrijheid. Ja. 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 Die hierover iets wil zeggen. Ik denk Harmen van Houten ook. Ja, ik wil er wel iets voor zeggen. Ja, om iets nieuws te zeggen op een dag als vandaag, dat is al een hele riddel. Daar zie je geen kans voor trouwens, maar wanneer die twee dingen die we besproken hebben ze pas, is de godsdienst gevaarlijk, en dan hebben we een antwoord gegeven eigenlijk van ja, heeft Anton ook. Ik zou daar toch een kanttekening bij willen maken. Ik heb, even als iedereen, bijna hier zo, ik heb een lid geweest van de dame, nou van het humanistische bond, dus ik bestrijd de godsdienst wel, maar als die godsdienst zo gevaarlijk is, als hier gezegd wordt, twijfel je soms aan, want ik heb jarenlang samengewerkt met christelijke mensen in het Humanistisch Verbond en de Wereldwinkel. 13 jaar, geen allemaal heel goed, dat gaat nog meer. Verder heb ik veel meer dingen dat ik met hen samenwerk. In het milieu, het van milieu bijvoorbeeld, kan ik heel best met hen samenwerken, heb ik van die godsdienst geen last. Ik wil zeggen, daar heb je de betrekkelijkheid ook weer.
En ik zie meer, meestal de bedreigingen. Ik zie altijd de kanten dat je denkt, jongen, ja, maar dat kan ook en zo kan het ook krijgen. Maar wanneer we het altijd maar pessimistisch bekijken en zeggen, nou, de godsdienst is klaar, ja, de godsdienst is klaar, ja, dan blijf je dat het duurt. En dat is precies hetzelfde met is de staat antisemitisch. Ja, daar heb je weer zo. De staat is natuurlijk antisemitisch, soms. Maar zijn wij het ook niet. En geen dingen van ons. Ik wou dit maar zeggen. Anton, die hield eigenlijk niet zo van betrekkelijkheid. En toch heeft hij mij de betrekkelijkheid van de dingen geleerd. Want dat kon je ook weer van Anton leren. Zo leert iedereen van Anton. Anton die sprak ook in Emmen voor de christelijke scholen. Is nodig te hebben uit de sprake voor. Ik heb het ook gedaan. En Emmen, diverse keren. Zo kan ik dat weer zien dat er heel veel wegen zijn. Dat ik in de kandag is en soms op een hoop termijn. Maar ben ik dat helemaal niet. Dit is altijd niet zo precies. Geef het niet zoveel om wat de mensen mij doen. Dat moet ik weinig van zeggen. Het is een beetje ongaan samenhangend, maar zo ben ik nou één keer. Dat geef ik nu terug. Dat gaat best goed. Ik zie bij deze microfoon, zie ik ook een paar mensen. U wilde over dit punt, wilde u ook iets zeggen? Aanwezigen, ik vraag mij af, en ik vraag het aan u ook, wat is een staat? Het is een groep mensen die iets voor hebben. Die staat, die zou ook, want het is maar een naam van iets. Bestaat maar nog ideeën zijn op een bepaald moment met bepaalde beweging in dat land, maar iets anders is wanneer identificatie van je wordt gevraagd. En ik merk dat uw voorganger en u, ja, dat is een moeilijk punt waar je het niet altijd met elkaar over eens zult zijn. Maar we komen daar dadelijk nog op. Ik wou u graag nog over dit punt het woord geven. Tussen de gemeenschap der mensen, hè? Daar kun je natuurlijk die criteria als geloof en de goedheid van de mens hanteren. Maar waar Constance en ook velen hier zich tegen verzetten, is tegen het moderne staatsapparaat. Maar dat is toch gemaakt door mensen? En die mensen die functioneren er toch niet? Nee, het is niet gemaakt door mensen. Het wordt door een aantal mensen gebruikt om eigen doeleinden of van groepen daarachter waar te maken. Dus daar gaat het. En ik zou maar dus blijven zeggen, mensen. Het zijn zeker mensen. En ik geloof dus dat het de taak is van de enkeling om je het af te vragen, een variant op wat hier als vraag wordt gesteld, kan men zich bevrijden van de staat? Ik vind het een duidelijke vraagstelling en daar zou misschien nog eens een studiedag over moeten als worden gegeven. Als mens, nee, niet, als, niet met een nieuw systeem, want dan krijg je hetzelfde probleem, hoe iedereen functioneert. Ja, je moet als mens blijven functioneren. Iedere organisatie stelt zijn eigen probleem, ik ben het u eens. Maar je moet kritisch blijven ten aanzien van het apparaat. En dat kunnen wij nauwelijks meer. Omdat we het onderworpen zijn aan de staat. En je kunt alleen, nou ja, op zo'n dag als vandaag wat zeggen. Maar ver kom je niet, dat weet u net zoals ik. Nee, dat is niet zo. Want er zijn ook liberalen die kiezen voor het milieu. Er zijn ook liberalen die keuzes maken binnen hun eigen dogma's. Die ook binnen de liberale beweging bestaan. En ook katholieken die kiezen voor... die kiezen voor arme mensen. Ja, maar zolang de liberalen op Nijpels blijven stemmen en de katholieken op Lubbers, verandert het niet veel in onze geest. Ja, maar dat is wel goed. Ze allemaal gekletst. Ja. Kijk. Leuk. Die juffrouw die daar staat, dat is de eerste persoon die gaat praten over de mind, over de psyche. Die heeft het over mensen. Nou, we praten hier over vrij en over de staat. Maar laten we eens met vrij beginnen. Laten we eens met de mensen beginnen. Hoe komen die mensen? U spreekt over, stemmen liberalen. Anders zegt hij heeft het over communisten en over marxisten. Hoe komen ze aan de shit in hun brain? Ze denken niet. Dat is de vraag. Denken niet. Ze worden voor hun 16 jaar gehersenspoeld. En hebben absoluut geen keuze. Ze zijn eigenlijk al beschadigd voordat ze nog beginnen te denken. En het coderen, dan moet je even iets weten van de brief van protoplasm in je hoofd. Ik weet niet of men daar iets aan doet hier in dit gezelschap, maar als je daar iets van weet, dan weet je dat je brain wordt gecodeerd met een dosis absolute afval. Van het oranje huis tot en met de gouden koeien. En het
decoderen van de mind, dat is nou waar de Russen zo moeite mee hebben. Hè? Het decoderen van de nonsens die je van kind af aan meegaat, dat is de hinderpaal. En daar heeft Anton het ook nooit over gehad. Maar de meeste mensen hebben toch op een of andere manier ergens liefde gehad en dat kun je ook. Ach, lieve schat, je hebt het nu over een verloofde of geen verloofde krijgen. Nee, maar daar hebben we het vanmiddag niet over. Vrij Nederland heeft daar een pagina advertenties over. We moeten nou even praten over what is going on in your mind. En u was op het goede pad, maar nou verpest u. Nee hoor. Als ieder mens begint toch zijn leven met positieve waarden. Wel, nee, je begint te leven, dan moet u dat eens bestuderen. Hè? De Piaget heeft daar vele boeken aan gewijd. Hè? Hoe een kind voor zijn tweede jaar, eigenlijk begint het al in die 9 maanden dat je in de koker zit. Je bent absoluut geïnfecteerd met een dosis. Mensen, ik noem het meer shit. Absoluut shit. Van de Rooms-Katholieke Kerk tot en met God mag weten wat ze erin pompen. Moeder de gans. En de wolf die de oma eet, moet je ze nagaan. En dan zegt Bettelheim dat dat goed is voor kinderen, die sprookjes. Meneer Oudmans, hoe komt u zo arrogant? Dat kan best, want ik vind dat hier geplest wordt. Sorry. Dat is je altijd geweest. Hij is een arrogante kwaad. Ik denk dat we... Zeg dat van het arrogante, die lustig rauw. Komt u dat? Zullen we even? Oh, daar. Hoe wilt u, de pijl omhoog of met de revolver? Nee, maar de pijl omhoog staan, hier ben ik voorbij. Wacht eens even, ik ben geen feministe, maar ik hoop het niet. Ik neem het niet als vrouw gaan tegen een vrouw, toch een lieve schat en verloofde. Ja. Wat voor beeld is er wel? Nou, kijk, u heeft geen fat sense of humor. Dat heb je of dat heb je niet, dat zei Godfried Lohman zelf. Ik vind het geweldig jammer dat Anton Constance niet meer in het leven is, want ik stel me zo voor dat hij u nog in. Je vrouw die heeft het beter gekend dan u. Oh, weer juffrouw, ik heb hem helemaal niet gekend. Maar vrouw, nou dan moet u erop. Maar u hoeft mij helemaal niet juffrouw te doen. Ik ook nog even. Ik kon toch niet zien of u trouwring droeg? Hek de Groot zou hier graag ook nog iets aan toe willen voegen. Ja, mensen, dat was een complimentje bedoeld. Ik denk, die moet nog beginnen. Ik denk dat we aan het thema Anton Constance en de vrouwen, zo zullen we het dan ook noemen, want dat is toch allemaal dit onder die noemer te brengen, nog eens een hele aparte dag moeten organiseren. En misschien willen de feministen die dag dan organiseren. Dat zou mij erg leuk lijken. Ik draag het ze als idee over. Goed, ik wou het nu hebben over de interesse voor het... Nou, we moeten een beetje van de tijd... Ik wil hier nog, als ik even mag... Ik staat ophouden. Ja. Nou, ik wil er juist niet over ophouden. Ik wil juist een ding aanhalen wat totaal over het hoofd gezien wordt. En dat is de tijd dat we beleefd hebben in de bezetting. En in die bezetting hadden we de Duitse staat. En er zijn er heel wat Nederlanders... Die wisten helemaal niet hoe ze het aan moesten pakken als ze zonder een staart kwamen te zitten. En toen heb ik, dat is voor mij, met al die ellende, is dat een geweldige leerschool geweest. Als de mensen opeens op een moment komen in hun leven, dat niet de staat de zaak voor hen verzorgt. Zoals de Duitsers die alles die weg gingen halen en de mensen als slaven ergens in gingen zetten. In de ruimste zin van het, slaaf zijn we min of meer allemaal van de staat. Maar die deden het in de uiterste consequenties, dat er zelfs... Vele en vele mensen werden uitgeroeid. Toen kwamen we in een situatie dat wij het zonder staatsbestel moesten rooien, wou we in leven blijven. En daar heb ik geweldig veel interesse over gekregen, want wat bleek nou? Dat mensen die altijd het woord revolutie voor in de mond hadden, later met volk en vaderland liepen te leuren. En dat mensen die altijd vooraan in de kerk zaten, in de gereformeerde kerk en dergelijke meer, dat die solidariteit konden opbrengen met de mensen, dat ze niet in de handen van de beulen vielen. En dat was in die tijd, toen was je dus vrij zonder staat, toen moest je door zelf handelen, door zelf voor je op te komen, door zelf situaties te scheppen, dat er een levensmogelijkheid bleef, dat moest je doen. En dat is heel belangrijk, dat we dat ook alles meegemaakt hebben waar je dan voor komt te staan. En al die staten waar die dictatuur zo is, dan zijn de mensen aan zichzelf overgeleverd als mens, willen ze als mens willen blijven leven. Dat wou ik hier nog even naartoe voegen. Nee, maar het gaat alleen om het simpele feit
dat ik het toch niet te pas vind komen dat op een herdenkingsdag voor oude Constance meneer Oldhuizen nodig vindt vrouwen en met name de moeder van Anton en de vrouwen te beledigen. Beledigd. U bent een uitzonderlijke zuurpruim. En ik weet dat meneer Constance dat niet deelt natuurlijk, wat u hier zegt. Jawel. Wie heb ik beledigd? Zeg meneer Hofman, meneer Hofman, schet toch. Wie heb ik beledigd? Waar wij met elkaar mee omgaan. Ja. U bent niet goed bij u, hoor. Die jacht die ik voorstel, zullen we dat ter sprake brengen. We gaan nu naar punt 5. En ik doe nu ook eens autoritair. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag even van u willen vernemen welk, hier sta ik. Ja. Welk telegram er gestuurd is naar Chili. Ik heb het niet geleverd. Mevrouw Kalman. Deze vergadering om de woorden die meneer Oltmans uitgesproken heeft. En meneer Oltmans moet zich eens in een gezelschap proberen te vinden waar ze aan kunnen. Bijvoorbeeld vrijdagsmiddag bij de VPRO. Maar dat is wel geweest. En het is vandaag dat die vrouwen zo te graag durven geven. U deed zich bijna vrouwelijk. U heeft een make-up als u een vrouw bent. Was u het waarschijnlijk zo lang graag geweest? Ik zou bijna willen vragen of u voor uw conceptie al niet veroordeeld was. Ik denk dat we deze discussie moeten bewaren voor de dag over de vrouwen. Anton van Stad zijn de vrouwen en daar mag meneer Oltmans dan niet bij zijn. Nee, mevrouw Bouwman. Huis. Mevrouw Bouwman. Huis. De werkelijkheid zoals Anton die als belangrijk ondervond weer terug. Want dit telegram is zeker in de lijn van Anton Constance. Het is dus een telegram aan het ministerie van Buitenlandse Zaken met een afschrift aan de ambassadeur van Chili en naar het ANP in Den Haag en Amsterdam. En het telegram luidt als volgt: de deelnemers aan de themadag over het leven en werken van Anton Constance bijeen in de zaal van de Kleine Comedie te Amsterdam doen een dringend beroep op de minister van Buitenlandse Zaken in zake zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de 4 Chileense studenten die jongstleden maandag op een gewelddadige wijze werden gearresteerd, ondanks de diplomatieke bescherming van de Nederlandse ambassade in Santiago, om stappen te ondernemen ten einde hun levens te redden. Uitroepteken uit. Mag ik vragen of iedereen met dit telegram akkoord gaat? Ja. Dan zal het straks dus verzonden worden en gaan we nu verder met het forum. Die mensen zijn toch misschien al dood, maar ieder uur is één voor hun. Het moet direct verzonden worden, vanmorgen al. Het telegram dat beloofd u gaat vandaag weg. Nu. Staan de staten de verbondenheid tussen mensen in de weg? De werkgroep koos daarvoor het volgende citaat. Bij de verdediging van de Cubaanse revolutie, het bewind van Allende in Chili, de koloniale bevrijdingsoorlogen zoals in Vietnam enzovoort, heb ik een vrijheidslievend socialisme wel als ideaal gesteld, als doel en uitkomst, niet als beginpunt. In de internationale wildernis schiep ik mezelf geen illusies. En die zouden ook gelopen straf zijn geworden toen communistische staten naar een klassiek patroon elkaars vijanden werden, zoals Joegoslavië en Albanië, de Sovjet-Unie en China, Vietnam en Cambodja. De geopolitieke factoren bleven gelden. De staat toonde zich inderdaad een enorm gevaar voor de mensheid en het socialisme. Er zijn niet zoveel uitspraken van Anton over zijn relatie en interesse in het buitenland. En ook over zijn onmogelijkheid tot de identificatie
met welke staat dan ook. Hij spreekt daarover in dat artikel wat u straks noemde. Maar boeiend is in dit verband dat artikel over die verzorgingsstaat, waarvan hij dan dus zegt, waarbij hij op de koppeling wijst van verzorging aan bewapening, en hoe die verzorgingsstaat zijn structuur als staat weet te versterken, steeds grotere controle op volkeren mogelijk maakt, en leiden tot integratie van steeds meer mensen in het geldende systeem, maar vooral tot armoede en ellende in de derde wereld. En dat was die derde wereld waarmee hij zich solidair verklaarde, hoewel, zegt hij, zich niet altijd totaal kon identificeren, ook al werd dat van gevraagd. En hij noemt dat dan ook, die gevolgen van die verzorgingsstaat, maar in het algemeen van het opnieuw tot macht worden, de versterking van de staat, een ontmenselijking van de hele samenleving. En de vraag is dus, staan de staten de verbondenheid tussen mensen in de weg? Wie van u mag ik daar het woord over geven? Ja, graag, Vriesterfries. Ik meen dat we deze vraagstelling zouden moeten verbinden met de anarchistische visie van Anton Constance. Hij heeft in zijn boekje Anarchisme van de Daad gepoogd om zijn anarchistische idealen terug te vinden in diverse sociale bewegingen. En hij moest steeds weer tot de conclusie komen dat zijn idealen werden kapot getrapt, zou je kunnen zeggen, door de contra-revolutionaire praktijk. Ik meen dus dat ook deze vraagstelling nog wat kritiek behoeft. Staan de staten de verbondenheid van mensen in de weg? Je zou misschien beter kunnen zeggen, is het mogelijkheid om bevrijd van de staat je verbonden te voelen met de mensen? Ik meen dat dat mogelijk is, zeker in gedachten. De staat staat dat in wezen niet in de weg. Er zijn natuurlijk tal van politieke feiten te noemen waardoor je kunt zeggen dat verbondenheid van geestverwanten, van socialisten bijvoorbeeld, de Eerste Wereldoorlog niet heeft kunnen vermijden en dergelijke. Dat zijn allemaal feitelijkheden, maar ik meen dat dus in essentie je wel zo vrij kunt voelen om je verbonden te voelen met de mensen in de derde wereld en anderen die ontrecht zijn. De staat kan daar wel een inperking uitoefenen, maar niet in alle consequenties. De staat kan je natuurlijk bespioneren door middel van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en dergelijke, als je je sterk maakt voor ontrechten in de wereld, maar in essentie blijf je, dacht ik, vrij. Wie van u? Nog iemand in het forum die daar iets over wil zeggen? Oké, maar ik zal erg best een onbeleefd zijn, vooral deze dame. Het was echt een grapje, maar het is verkeerd opgepakt. Luister, het enige wat mij erg bezighoudt in die verbondenheid tussen die mensen en die staten, is waar de leercomputers in de Verenigde Staten mee bezig zijn. Er zijn een aantal neurofysiologen bezig om computers zodanig te programmeren dat je kinderen in China en in Chili achter dezelfde computer kan zetten. Dat wil zeggen dat kinderen die dus in een groeiperiode zijn, zo van na een derde tot een, nou het zal wat later zijn, het zal tegen een vierde, vijfde jaar beginnen ze, in Venezuela zijn ze daar al heel erg ver mee, daar hebben ze dus ook een minister voor de ontwikkeling van de intelligentie benoemd in het kabinet. Ze zijn dus bezig op internationaal niveau die programmering van mensen, want het is niet de staten die in de weg staan tussen volkeren, het is de codering van de mind van die mensen, van die verschillende volkeren, die vanaf de wieg materiaal van een brein, een kind dat geboren wordt, die heeft misschien wel via DNA blauwe ogen en de ene wordt langer dan de andere kort en de ene houdt van muziek en de ander zal schilderen, maar basically wordt alles geleerd van buitenaf ingebracht. Een brain wordt gecodeerd. Je leert Chinees, je leert Spaans, je leert Nederlands, je leert. Je wordt niet als communist geboren en ook niet als oranje klant. Maar wie doet dan dat coderen? Dat is nou juist de ellende, dat kinderen zijn blootgesteld aan onderwijzers en personeel die absoluut niet weten hoe een brain in elkaar zit. Waar zijn de ouders? Ouders, niet ook. Dat is wel heel aardig bedacht.
bedacht van je. Nee, ik heb het niet bedacht. Voorzitter, ik mag het nog even afmaken. Ik wil graag met u in de klink. Maar dus, het punt is... Dit is de arrogantie van de macht. Ja, daar heb je het weer. Daar valt het woord weer. Goed. Ik geloof echt dat wanneer we kunnen afstemmen de denkbeelden van mensen op elkaar. In Brazilië begrijpt geen hond waarom Arabieren en Joden elkaar in het haar vliegen. Ze begrijpen in de Verenigde Staten of noem maar in China, zullen ze nooit begrijpen waarom Rooms-Katholieken en Protestanten in Ierland elkaar al tientallen jaren met brandbommen bestoken. En dat komt door de shit die in de brein gaat voordat ze zelf kunnen kiezen. Daarom is, zeggen dus de neurofysiologie, niemand is vrij. Daarom als je een hele middag over vrij praat, zonder eerst vast te stellen wat je onder vrij verstaat, hè, dan denk ik dat je net zo goed niet kan praten. Er is niemand vrij, omdat als ik op zesde klas jaar in de school kom, dan ben ik of van liberale ouders, of van katholieke ouders, of van God mag weten wat voor ouders. Ik heb al zoveel materiaal in mijn hoofd. En het decoderen van een brain, dat heeft nog niemand uitgevonden. Heel veel, de hele artificial intelligence wetenschap, hè, die in Amerika bezig is met het... Ik zal u een voorbeeld geven wat Roger Schenk van Yale University, die dus computers bouwt voor leerdoeleinden, bijvoorbeeld als voorbeeld gaf. Die zei, mijn dochtertje komt terug 12 jaar van school en de onderwijzer had ons wat donder gegeven dat het examen niet goed was. Nou, ik keek het na. En het kind had gehaald en dat examen was wel goed. Dus ik stuurde dat kind terug naar die onderwijzer en zei, zeg maar dat je het goed gedaan hebt. Nou, ik kwam weer terughuilen, het was toch fout. Toen is professor Schenk zelf naar die juffrouw, of meneer, sorry, meneer toegegaan, om te zeggen dat de onderwijzer het fout had. Waar het dus om gaat is, kinderen, je kan een computer, en in Amerika zijn bijna alle scholen al met computers bezig, die kan je al dat soort conflictmaterie en je kan kinderen leren schrijven via computers, je kan ze leren denken. Er is op Amerikaanse universiteiten, in 200 Amerikaanse universiteiten is een nieuw vak aan het curriculum toegevoegd, dat heet Teaching Thinking. Ik probeer met de Club van Rome dat hier in Nederland ingang te doen vinden, ze weten niet eens wat het over gaat. Er is veel meer aan de gang internationaal op dit gebied om mensen anders te leren denken en om vooral aan het begin te beginnen om kinderen op te vangen. In Venezuela worden moeders die in verwachting zijn, die worden via advertising op televisie al gewaarschuwd van wat ze niet moeten doen, om die kinderen niet bij voorbaat al op verkeerde rails te zetten. Daar ligt het probleem tussen staten en verschil van mening en waardoor we nooit in vrede zullen leven. Dat begint veel eerder dan we denken, ja sorry, dat is mijn min. Dank u voor uw tijd. Ik denk dat je ook hier inderdaad de hele nacht zou kunnen wijden aan die moderne techniek en welke invloed die kan spelen in inderdaad relaties, menselijke relaties en relaties tussen de staten. Ik wou het graag nog aan Tom Holterman geven. Ja, meneer Holterman heeft eerst. Valt u niet naar beneden? Ik vond het heel aardig van. Was niet aardig? Nee, heel aardig van jullie. Om die prachtige stemmen. Maar als we mogen veronderstellen, en misschien ben je er beter thuis in als ik, hè, dat de mens begonnen is als een holbewoonstertje, hè, en nu in het jaar 2000 kans ziet om naar de maan te komen, ja, hè, en ook in die 2000 jaar meegemaakt heeft, dat hij door allerlei ontwikkelingen, door allerlei ideologieën heen gegaan is, dat ketters eeuwenlang verbrand zijn, hè, maar dat daar mede door mensen steeds weer in verzet en in beweging zijn geweest. En om het maar even kort te maken, een van deze mensen in de 20e eeuw is dan Anton Constance geweest, hè, die daar veel aan gedaan heeft. Hè. En wat de techniek betreft hebben wij daar ook over geschreven, hebben ook gewaarschuwd voor de automatisering. Maar ik ben blij van mening, hè, dat de techniek toch altijd nog mensenwerk is en dat de mensen in staat zullen zijn om met elkaar ook die techniek onder de knieën te krijgen. En daar zullen mensen
net zoals Anton Constance en zo'n 50 dagen met elkaar die bezig zijn, er veel aan moeten doen. Ja. Dat eist ook zijn rechten op, dus wij zullen hier over een aantal minuten moeten verdwijnen. En dat is erg jammer, maar ja, we hebben allemaal met elkaar al vastgesteld dat we nog voor dagen studiestof hebben. Dat punt 4 was waarschijnlijk ook een heel belangrijk punt geweest, omdat het eigenlijk over Anton zelf ging. En ik zou eigenlijk dit forum daarop willen afsluiten met een uitspraak van hem die hij deed toen hij de culturele prijs van de provincie Zuid-Holland in 1981 kreeg. Gemeenschap, verre daarvan zijn vrijheid te verminderen, schept de individuele vrijheid van alle menselijke wezens. Gemeenschap is de wortel, de stam en vrijheid is haar vrucht. Vandaar dat in elk tijdvak de mens zijn vrijheid niet moet zoeken in het begin, maar aan het einde van de historische ontwikkeling. Dat is dan nog voor de volgende studiedag ook. Ik dank u allemaal wel voor de bijdrage. Het is jammer dat we niet nog wat langer konden doorgaan. U hebt laten zien dat we over Anton Constance nog in geen jaren zullen zijn uitgepraat. En misschien is dat eigenlijk wel het meest hoopgevende van deze dag. En misschien is ook dat wel de grootste hommage die we op zijn geboortedag aan Anton kunnen bewijzen. We zullen nog lang over hem praten en lang proberen zijn ideeën te volgen en daarin blijven geloven. Dank u wel. APPLAUS